Prijs de naam van Jezus. Heer, u is gegeven de naam boven alle naam. Dat betekent u, we noemen u niet alleen bij uw naam, maar we erkennen wat uw titel, wat uw naam inhoudt. De Allerhoogste God, zeer verheven Heer. God van hemel en aarde, schepper van hemel en aarde. Heer, wij dienen u, de God van de Bijbel, geen andere God. Geen andere koning in ons hart. Het eerste gebod is, heb de Heere lief met heel uw hart, met geheel uw ziel, met al uw kracht en heel uw verstand. Heer, zijn wij zo gekomen, u alleen kent ons hart. Zijn wij gekomen naar de gemeente, zijn we gekomen om God te aanbidden, zijn we gekomen om als een ritueel liederen voor God te zingen, wat we dan aanbidding noemen, of zijn we gekomen en aanbidden we God in geest en in waarheid? Have we come to church to worship God as a ritual? Have we come to church where the meeting starts, where there's an opening and then we start singing songs? While we can sing with our hearts and we can sing with our mouth. And the first commandment is love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, and with all of your mind. Are we here with all our mind? Or is our mind after the church? What we're going to do when we have our free day? Are we here to listen to God? To listen what he has to say us? To listen his comment, his critics? So our life can be better. Better in the sense, what is better? Is better in this life where we have riches, where we have the riches and the pleasures of the world? Or when God is talking about better life, is it better where we are closer to God, coming closer to his holiness? When we become closer to the holiness of God, we become holy and become closer to God as a person. Wanneer wij heilig worden door het woord van God, door ons over te geven, door God te gehoorzamen, komen we dichter bij de heiligheid van God en komen we ook dichter bij een God die heilig is, de enige waarachtige God. Willen wij God zo lief hebben? Zijn we hier voor God? Of zijn we met onze gedachten al, is een deel van ons hart, een deel van onze gedachten al voor na de dienst, wat we met onze vrije dag gaan doen? Ik geloof dat God ons hele hart wil hebben, maar ook ons hele hart verdient. I believe God wants our whole heart and I believe God deserves all of our heart. Want hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. He has created us and we are his. Heer, uw plan, uw bestemming voor ons is perfect. Perfect in de zin dat u tot uw doel kunt komen in ons. Als we immers niet van onszelf zijn, dan moet u zichtbaar worden in ons. En door ons aan een wereld die u nog niet kent. Aan een wereld die u nog niet ziet. En aan de overheden en machten die moeten kunnen zien dat u inderdaad de sterkste bent. En dat omdat u in ons woont, ook wij overwinnaars zijn en Satan ons niet omver krijgt. Wat betekent dat? Satan die ons niet omver krijgt, dat met welke verleidingen hij ook komt, hij krijgt ons niet zover dat we hem gehoorzamen en dat we vallen voor de verleidingen die hij ons aanbiedt, zoals hij die ook aan Jezus aanbood bij de verzoeking in de woestijn. Maar dat we weerstand bieden aan hem en weten, het allerbeste komt nog, ja, het beste is God. Punt. Het beste is voor eeuwig bij God te zijn. Punt. Vind je het fijn om nu, vandaag, hier en ook als je thuis bent, vind je het fijn in je leven dicht bij God te zijn? Dat is dan, als je dat fijn vindt, dan zal de hemel ook een fijne plaats voor je zijn. Want dan zul je voor altijd bij God zijn. Vind je het niet fijn? Zoek dan tot hem. Zoek hem en roep hem aan en help hem. Zeg, Heer, ik wil het, maar ik voel het nog niet. Ik ervaar het niet. En eigenlijk vind ik al die andere dingen veel fijner en veel liever en veel beter. Maar ik wil van u zijn, omdat u het waard bent om geprezen te worden.
En ik wil u niet prijzen met mijn mond, met mijn handen opgeheven en zeggen wat ik ervan vind of wat ik wil. Want ik kan iets willen en het nog steeds niet doen. Het nog steeds niet hebben, het nog steeds niet zijn. Heer, u wilt niet een verdeeld hart. U wilt een volkomen hart dat toegewijd is aan u. Ja, halleluja. Lord, you want all of our heart. You do not want a divided heart. And our willing is not enough. But you also said that you are the one working out the willing and the working in us. Because if we want to be hungry, if we want to read your word, if we want to love your word, but it's not a reality, then we need to cry out to you and ask you, help us, Lord, because you deserve that we long for you. You deserve, Lord, that we worship you in our daily life, when we sleep, when we walk, when we talk, when we eat, when we fast, when we work. Whatever we do, Lord, you are there with us and you are pleased with us when we want you in our lives, when we want you to guide us, to lead us and be enveloped in us, Lord, because you live in us. We live our lives by living your life and you live your life in us as a body. You took control of our body. I pray, Father, that everyone that does not have that control, controlled by you, where you take over, where you steer, you are the captain. Jesus. Holy Spirit, take control of our lives today. Take control over this meeting. Take control of the word of God. Take control of the mouth and the heart of the preacher. Take control over our hearts that the word can come in Jesus' name. Heilige Geest van God, ik bid dat u controle neemt over ons leven. Voor diegenen die dat nog niet hebben, ik bid dat de verlangen daar komt. Dat u ons wakker schudt en Heer, dat u dat volkomen overneemt. Dat we die liefde, die grootsheid, de zegen daarvan mogen zien vandaag. Het lijkt zo mooi alles te hebben wat ons hartje begeert. Maar uiteindelijk, Heer, komen we bedrogen uit. Want de duivel is een leugenaar van de beginnen. Hij is degene die dat alles aanbiedt. En hij is een vieze, vuile leugenaar. Amen. En een moordenaar. Yes. Yes. Want de status en de rijkdom die we in deze wereld hebben, is één grote leugen. Maar uiteindelijk levert het ons niet op, maar kost het ons onze ziel. Yes. Oh mijn God, dat we vandaag toch u geheel mogen toebehoren. Breng ons daar, Heilige Geest, yes, van God. Neem controle over ons en laat ons zien hoe geweldig dat is, dat we dat niet meer zelf hoeven te doen. Glory. Dat we ook niet bang hoeven te zijn om te vallen, of dat we u niet genoeg kunnen behagen, want u in ons, dat is het enige wat u kunt. God de Vader behagen in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. You told me to start right away. I'm going to start immediately with the word. Grab your Bibles while you're standing, please. Pak je Bijbel maar terwijl je nog staat, alsjeblieft. We're going to look first at Hebrews 6. We kijken eerst in Hebreeën 6. Which chapter did I say? Welk Which hoofdstuk? Book? Hebrews chapter what? 6. Okay. You know what I felt in my heart when my wife was talking? Weet je wat ik in mijn hart voelde toen mijn vrouw sprak? That you said if you don't feel it yet. Als je het nog niet voelt. That means feeling God. Dat is God voelen. Understanding God. God begrijpen. Seeking God. God zoeken. Who your eyes cannot see. Je ogen kunnen hem niet zien. But he's everywhere. Maar hij is overal. He fills the whole universe. Hij vult het hele universum. He's everywhere present. Hij is overal aanwezig. He fills every body that wants him. Hij vult iedereen die hem wil. He fills their bodies with himself. Hij vult hun lichaam met zichzelf. Because God does not live in no crazy building. God woont helemaal niet in gekke gebouwen. He doesn't live in a monastery. Hij woont niet in een klooster. He doesn't live in a Catholic church building. Of in een katholiek kerkgebouw. For sure he won't go there. Ja, daar sowieso komt hij niet. He doesn't live in these big buildings in Holland. Hij woont niet in die grote gebouwen in Nederland. Now they're making them parking garage. He, er worden zelfs parkeergarages van gemaakt. He doesn't live in no mosque. Hij woont niet in een moskee. He doesn't live in no Buddha temple. Of in een Buddha tempel. God chose to live in us. God wilde in ons wonen. We are the temple of God. Wij zijn de tempel van God. It's supposed to be in you. Hoort ook in jou zo te zijn. And it all comes by faith. En dat komt allemaal door het geloof. The Spirit of
God. De geest van God is given to man by faith. Wordt aan de mens gegeven door geloof. Galatians 3:14. Galaten 3 vers 14. Do you have the Holy Ghost inside of you? Is de Heilige Geest in jou? Do you walk by faith? Wandel je in geloof? Without faith. Want zonder geloof. You cannot please God. Kun je God niet behagen? You cannot see God. Je kunt God niet zien. You can pray to him. Je kunt niet tot hem bidden. You cannot understand his kingdom. Je begrijpt zijn koninkrijk niet. But how many have faith? Hoeveel mensen hebben geloof? The real raw faith. Echte pure geloof. That cannot be shaken. Dat onwankelbaar is. By even the devil. Door, nog door de duivel. Nor devils. Nog duivels. Nor the power of the world. Of de macht van de wereld. Or sin. Of zonde. Or our circumstances. Of onze omstandigheden. I am talking about an unshakable faith. Ik heb het over onwankelbaar geloof. And who is faith? Wie is geloof? Oh, please help me. Who is faith? Wie is geloof? Jesus is faith. Jezus is geloof. Our eyes have to be on him. Onze ogen moeten op hem gericht zijn. He is the author and the finisher of our faith. Hij is de maker en de voleinder voor ons geloof. Now I'm going to give you a challenge. Where is that written? Waar staat dat ook alweer? That Jesus wants our eyes to be fixed on him. Dat Jezus wil dat onze ogen gericht zijn op hem. And running our race. En dat we onze wedloop rennen. With faith. In geloof. Looking back to all the heroes of faith in Hebrews 11. Dan kijken we terug naar alle helden van geloof in Hebreeën 11. The Bible says we are surrounded with a cloud of witness. We hebben een hele wolk van getuigen rondom ons. And our eyes have to be on Jesus. En onze ogen moeten gericht zijn op Jezus. Hebrews 12. Hebreeën 12. Fixed on Jesus. Gericht houden op Jezus. The author. De maker of and the finisher. En de voleinder. The source of salvation. De bron van onze zaligheid. The perfecter of our faith. Degene die ons geloof vol maakt. What is faith? Wat is geloof? Faith is the substance. Is de bezekerheid. Of the evidence. En het bewijs. Of the things not seen. Van de dingen die je niet kunt zien. Do you have that faith? Heb je dat geloof? Unshakable faith. Onwankelbaar geloof. That when you open the Bible. Dat wanneer je de Bijbel opent. You know it's the word of God. Dan weet je dat is het woord van God. And you're mixing what you hear by faith. En je mixt wat je hoort met geloof. You see, nobody can follow now because this is coming inspired. Niemand kan het volgen, want dit komt geïnspireerd. That's why you got to be a reader of the Bible. Daarom moet jij iemand zijn die de Bijbel leest. Spend quality time in that book. Zorg dat je kwaliteit tijd neemt in dat boek. So you can understand the utterances of the Holy Ghost with the word when it comes in this building. Zodat je de uitingen van de Heilige Geest wanneer dat gesproken wordt ook kunt begrijpen met het woord. God reminds us over and over of things in the Bible. God brengt ons steeds weer dingen uit de Bijbel te binnen. Still a lot of people let the devil mess up their mind and they forget it all. Toch laten mensen de duivel aan de gang gaan met hun gedachten en vergeten ze alles. We need faith. We hebben geloof nodig. We need real raw faith. Het echte, pure geloof. To please God. Om God te kunnen behagen. If a man asks me, why are you so sure about God? Als iemand aan mij vraagt, waarom ben jij zo zeker van God? I am sure I'm giving him a whole week or more of a seminar. Dan weet ik zeker dat ik hem een hele week een seminar geef. Of who my God is. Van wie mijn God is. Of who my Jesus is. Van wie mijn Jezus is. Of who the Holy Ghost is. Van wie de Heilige Geest is. And what is the power of the Word of God? En wat de kracht van het woord van God is. And the power of the blood of Jesus. En de kracht van het bloed van Jezus. And the power of His church. En de kracht van zijn gemeente. And the power of his angels. En de kracht van zijn engelen. How do we answer people when they say, what good is it for you to go to church? Hoe beantwoorden we mensen als ze vragen, wat heb je er eigenlijk aan om naar de kerk te gaan? People are going to ask that. The devil is going to use them to ask that. Mensen gaan het aan je vragen. Daar gebruikt de duivel ze wel voor. What do you get out of church? Hoe word je daar nou beter van? It's boring. Dat is toch saai. Now they have the mosaic movement. Heb je ook de mozaïekbeweging? I'm addressing you now. Ik spreek jullie nu aan. You are mosaic movement. Van de mozaïekbeweging. Who are ready to marry man and man? Die binnenkort mannen met mannen willen trouwen. Who believe that God is pleased
with homosexuality. Die geloven dat God dus blij is met homoseksualiteit. And lesbianism. En lesbianisme. You listen carefully to what I say. Luister goed. God sees it as abomination. God ziet het als een gruwel. And you can sing nice praises. En je kunt fijne lofprijzing hebben. Have all the music put together. Ah, met alle muziek bij elkaar. You're worshiping the devil. Maar je aanbidt de duivel. Because God is not receiving that. Maar God neemt het niet aan. And a lot of young people tell their parents. En veel jongeren zeggen tegen hun ouders. The church where you're taking us is boring. Ja, de kerk waar jullie naartoe gaan, waar we mee naartoe moeten, is saai. Because we have to read the Bible. Want we moeten de Bijbel lezen. We have to bring the Bible. We moeten de Bijbel meenemen. We have to listen to this crazy preacher for 2 hours. We moeten 2 uur naar die gekke prediker luisteren. It's boring. Saai. Old fashioned. Ouderwets. Literally a lie of the devil. Dat is letterlijk een leugen van de duivel. They go sing. Ze zingen. And they allow all the LGBT. En alle LH en alle letters. Preachers are gay. Hè? Predikers zijn homo. Lesbians are preaching the Bible. Lesbische mensen spreken de Bijbel. Let me go crazy here. Let me go crazy. I don't care. And then all these young people. En al deze jongeren. Are you listening good? All these young people flock to those places. Al die jongeren komen naar dat soort plaatsen bij elkaar. They won't show up in a church like this. Ze komen niet in zo'n kerk opdagen. That's the way the devil possesses them. Zo neemt de duivel ze in bezit. To go away from the narrow way. En ze gaan van de smalle weg af. And to join the multitude on the broad way that are going to hell. Ze gaan mee met de menigte op die brede weg, op weg naar de hel. Because they say the liederen zijn so fijn. The songs are so nice. See the atmosphere that I create here already? Zie je de atmosfeer die ik nu al creëer? It's called a blanket of conviction. Dat noem je een deken van overtuiging. And it's a warning from heaven to us. En het is een waarschuwing uit de hemel voor ons. I wish I listened to my grandmother. Ik wou dat ik naar mijn oma geluisterd when had. When she was correcting me. Toen ze me corrigeerde. And disciplining me. En me de discipline bijbracht. With the Bible. Met de Bijbel. I played with it. Daar heb ik mee gespeeld. And I regret it today. Daar heb ik vandaag spijt van. To many she was boring. Voor veel mensen was ze saai. Or legalistic. Of wettisch. But she lived 97 years of age. Ze is 97 geworden. Not one sickness in her body. Geen ziekte in haar lichaam. God just took her home. God nam haar gewoon thuis. And the dominee when they preached. En de dominee als die preekte. If they didn't prepare well, she walks up and tell them, today you lack the fire. Hè, als die zich niet goed voorbereid had, dan ging ze naar hem toe en dan zei ze, hey, vandaag had je geen vuur. Her grandmother was the same. Haar oma hetzelfde. Is it any wonder that we are together? Is het geen wonder dat wij samen zijn? Is it any wonder that God put us together? Is het geen wonder dat God ons bij elkaar gebracht heeft? Let me tell something to the vakantiegangers now. Even iets tegen degene die op vakantie gaat. If you put your vacation above God, als jij je vakantie boven God zet, I am warning you. Waarschuw ik je. Because I have never done that. Heb ik het ook nooit gedaan. We have never done it. Hebben we nooit gedaan. We put God first. We zetten God op de eerste plek. And even on our vacation. Ook in onze vakantie. We read the Bible even more. Lezen we nog meer in de Bijbel. People beg us to go somewhere. Mensen smeken ons om ergens mee naartoe te gaan. Even her sister gave us money to go to restaurants. Ze hebben ons zelfs geld gegeven om naar een restaurant te gaan. Tell us about the nice places in Nijkerk. En vertel ons de leuke plaatsen in Nijkerk. We never moved out of the Holy Ghost. We gaan niet buiten de Heilige Geest om. And sadden him with our vacation. En we maken hem niet verdrietig met onze vakantie. And become prayerless. En zonder te bidden. And let the devil take over our flesh. En laat de duivel ons vlees lekker overnemen. Never it happens. Dat gebeurt niet. Please put your hands up and worship him a minute. Laten we hem aanbidden. Oké, tape.
I speak there? Yeah. Okay, now a question. Een vraag. How many have real faith? Wie heeft echt geloof? In a God that we cannot even see. In een God die we niet eens kunnen zien. Literally, we cannot see him. We kunnen hem niet letterlijk zien. Moses couldn't see God. Moses kon God niet zien. God said, if you see me, you will drop dead. God zegt, als je me letterlijk ziet, val je dood neer. I'll burn you up. Dan verbrand je. We have a vision of the Lord. We hebben een visioen of een visie van hoe de Heer eruit ziet. Blessed are the pure in heart. Zalig de reine van hart. They will see God. Zij zullen God zien. They will see him in the Bible. Ze zien hem in de Bijbel. They will see him in creation. Ze zien hem in de schepping. They will see him in church. Ze zien hem in de kerk. They will see him in Matthew, Mark, Luke and John. Ze zien hem in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. They will see God in the Bible. Ze zien God in de Bijbel. Do you see him in that Bible? Zie jij hem ook in de Bijbel? Or is it just a dry, dead book for you? Of is het voor jou gewoon een droog, doods boek? Think about that. Think about that. Denk maar eens over na. I know why many people lack faith. Ik weet waarom veel mensen geen geloof hebben. It's just so simple. Heel eenvoudig. It's right there in Hebrews 6. Dat staat in Hebreeën 6. Well, I'm gonna read it to you. Ik zal het voor je lezen. Look at Hebrews 6. Hebreeën 6. My goodness. I'm going to read it to you. And after that you may sit down and we go from there. Gaan het lezen, daarna kun je gaan zitten. Hebrews chapter 6. I thought I had the thing open here, but this Bible is a bit different. It says about the foundations, verse 1. Vers 1 gaat over het fundament. That we got to leave the principles of the doctrine of Christ. Dat we de grondbeginselen nou moeten laten rusten. See, we got to leave all the baby food behind. See, babyvoeding, hè? Nu moet je verder gaan dan alleen babyvoeding. Leave it all behind. Dat laat je nu rusten. Let us go on unto what? Laten we nu verder gaan tot wat? Perfection. Naar de volmaaktheid. Maturity. Volwassenheid. Manhood. Een man zijn. Taking our place as full-grown sons and daughters of God. Je plaats innemen als volwassen zonen en dochters van God. Not laying again the foundation. Zonder opnieuw het fundament te leggen. Don't go back to the foundation. Ga niet terug naar het fundament. You build your house already. Dat staat vast. Keep pressing up to the top, to the roof. Nou moet je zorgen dat je verder bouwt tot het dak. Don't stay at the foundation. Blijf niet bij het fundament. Press on, Paul says. Ga verder, zegt Paulus. And then he describes repentance from dead works. Do you see that word there? En dan noemt hij bekering van dode werken. Do you know how many people in church did not really repent yet? Weet je hoeveel mensen in de kerk zich nog niet eens bekeerd hebben? Really true repentance. Echte bekering. Where daily they crucify the flesh. Waar zij dagelijks het vlees kruisigen. Because repentance is daily crucifixion of our flesh. Want dat is bekering. Dagelijks je vlees kruisigen. Repentance is a gift of the Holy Spirit. En bekering is een gave van de Heilige Geest. Repentance is a daily battle against sin. Bekering is een dagelijkse strijd tegen de zonde. Repentance is a daily saying no, no, no to the devil. Bekering is dagelijks nee zeggen tegen de duivel. And turn to God and say yes, yes to God. En je zegt ja, ja tegen God. Repentance, Joseph had it. Jozef had bekering. The sin was right in front of him. De zonde stond recht voor hem. The devil used the woman. De duivel gebruikte die vrouw. Come and lie with me. Kom bij me liggen. Come in bed with me. Kom bij me in bed. He ran. Hij sloeg op de vlucht. That running there. Dat vluchten daar. Is repentance. Is bekering. Repentance means. Bekeren betekent. You run away from sin. Je vlucht weg van de zonde. And you run to God. Je redt naar God toe. And you tell him, God. Hij zegt, God. Help me. Help. As soon as you don't do that. Zodra je dat niet doet. You don't have repentance. Heb je geen bekering. Some people cry tears of repentance. Sommige mensen huilen tranen van bekering. Just like what Judas did. Net als Judas. He sold Jesus. Hij had Jezus verkocht. Entered a covenant. Hij was een verbond aangegaan. To deliver Jesus to those who crucified him. Om Jezus over te leveren aan degene die hem gekruisigd hebben. And when he found out that the devil went so far with him. En toen hij erachter kwam dat de duivel hem zover had gekregen. He tried to cry. Probeerde hij nog te huilen. Repentance. Bekering. And even the people who he sold Jesus to.
Enzelfde mensen aan wie die Jezus verkocht had. They recognized the innocent blood of Jesus. Erkenden ook dat het bloed van Jezus onschuldig was. And they told Judas. En ze zeiden tegen Judas. As he was so-called sorry. En toen hij zogenaamd spijt had. They said, bekijk het jij zelf maar. They said, oh, whatever, that's up to you. And he did not really repent. Hij heeft zich niet echt bekeerd. Because he gave Jesus away. Want hij heeft Jezus weggegeven. The devil went in Judas' heart then. De duivel kwam toen in het hart van Judas. Satan entered Judas, the Bible says. Satan kwam in het hart van Judas binnen. He has that potential. Die potentie heeft hij. He can enter our hearts. Hij kan in ons hart komen. If we give him space. Als wij hem de ruimte geven. And then he will control our hearts. Dan beheerst hij ons hart. Instead of God. In plaats van God. And Judas did not repent. Judas heeft zich niet bekeerd. A lot of people cry. Veel mensen huilen wel. When they get miserable with their sin. Als ze ellendig worden vanwege de gevolgen van hun zonde. They call me. Dan bellen ze mij op. And then they come here. En dan komen ze hier. God heals them. God geneest hen. And they don't come back. En je ziet ze niet meer terugkomen. That's not repentance. Dat is geen bekering. Repentance has fruits. Bekering heeft vrucht. Repentance from dead works. Bekering van dode werken. You are ready to clear up your whole life. Je bent bereid om je hele leven in orde te maken. Even if you don't find no sin, you're going to seek a way to find something. Ook als je geen zonde kan vinden, dan zoek je wel een manier om te zorgen dat niks meer verkeerd is. And you're going to ask God, the Holy Ghost. Je vraagt de Heilige Geest. Come into my heart. Kom in mijn hart. Bring to surface what I cannot see myself. Breng naar boven wat ik zelf niet kan zien. And I'm sure he's going to find something in us. En ik weet dat hij iets zal vinden in ons. That we got to turn away from. Waar we ons van moeten afkeren. Don't come to me for no counseling if you're flirting with sin. Kom niet bij mij voor counseling als jij loopt te flirten met de zonde. Repentance. Bekering. And then faith. Watch it. En dan geloof. Watch it right there. Kijk maar. Repentance from dead works. Bekering van dode werken. And faith towards God. En geloof in God. Only then you can walk with God. Pas dan kun je met God wandelen. He impacts your life. En brengt hij een impact in je leven. You know how near he is to your life. Je weet hoe dichtbij hij je is. You feel his glory. Je voelt zijn heerlijkheid. Over your head. Over je hoofd. His guidance. Zijn leiding. He's leading you to heaven. Hij leidt je naar de hemel. Faith towards God. Geloof in God. Does not come without repentance. Kom niet zonder bekering. Then you are really a Christian. Dan pas ben je een echte christen. Then you are really sensing God. Dan pas voel je ook echt God. You are able to tell everybody about your God. En kun je iedereen vertellen over jouw God. There is no doubt in your heart about him. Geen twijfel in je hart over hem. And you have a relationship with him. Je hebt een relatie met hem. You can hardly wait for the morning to come to talk to him. Je kan bijna niet wachten tot het ochtend wordt, want dan kun je weer met hem praten. You want to live in an unbroken relationship with him. Je wilt leven in een ononderbroken relatie met hem. You want to live in an unbroken communion with the living God. Je wilt een ononderbroken gemeenschap met de levende God hebben. You may have a seat. Ga maar zitten trouwens. 2 Corinthians 1 now please. 2 Korinther 1. I'm going to pick up the message of last week. Ga verder met de boodschap van vorige week. How many can tell me what the message was last week, God willing? Wie weet nog wat de boodschap was vorige week? How was it? What was it about? Waar ging het ook alweer over? Hallo. Hallo, I'm asking a question. What was the message about last week? Waar ging de boodschap vorige week over? Niet allemaal tegelijk hoor. This is a must. We need to build church like this. Zo moeten we gemeente bouwen. We need to build church. What was the message last week? Two people tell me quickly. Twee mensen. Wat was de boodschap ook alweer? I want to hear. Come on. You forgot? Thank you, Brother Irvin. But it was about the promises of God. Het ging over de belofte van God. And we talked about the promise of eternal life. En we hebben toch gesproken over de belofte van het eeuwig leven. And we showed the contrast to eternal life. En we hebben het contrast met, van het eeuwig leven laten zien. Which is eternal judgment. Namelijk, dat is het eeuwig oordeel. Aha. And we were reading 2 Corinthians 1. We lazen in 2 Korinthe 1. Verse 17. Vers 17. By the way, let me stop right here and say. Even stoppen. Wacht even. Even if you don't forget.
Ook als je niet vergeet. Even if you forget. Oh, zelfs als je het vergeet. Do you know I am guided by the Spirit to stand here? Weet je dat ik geleid word door de Geest om hier te staan? And I must obey what he says. En ik moet gehoorzamen aan wat hij zegt. To tell you. Om tegen jullie te zeggen. I must obey him. Ik moet hem gehoorzamen. Or I will go to hell one day. Of ik ga ooit naar de hel. Because I will have your blood on my hands. Want dan heb ik jullie bloed aan mijn handen. Ja. The time to play is over. De tijd om een spelletje te spelen is afgelopen. I am not a social preacher. Ik ben niet een sociale prediker. I am not a comedian preacher. Ik ben ook niet een comediant van een prediker. Or a philosophy preacher. Of een prediker die filosofie brengt. Or a traditional preacher. Of een traditionele prediker. I'm obeying God. Ik gehoorzaam God. Like a spiritual doctor preaches. He, als een geestelijke dokter. And that is not arrogance. Dat is geen arrogantie. It has to be like that. Zo moet het zijn. Mm-hmm. We were reading 2 Corinthians chapter 1. Are you there? We lazen in 2 Korinthe 1. We read from verse 17. We hebben gelezen vanaf vers 17. Paul says these words. Paulus spreekt deze woorden. To the church. Tegen de gemeente. When I was therefore minded, did I use lightness or the things that I purpose? Do I purpose according to the flesh that with me there should be yea. En nee. Ik heb toch niet lichtvaardig gehandeld door mij dit voor te nemen? Of zijn er dingen die ik me voornemens naar het vlees? Zodat het bij mij zou zijn ja en tegelijk nee. Number 18, quickly. Nummer 18. I gotta move on. But as God is true. Maar God is getrouw en waarachtig. But as God is faithful. Maar nu God trouw is en waarachtig. Isn't that what it says? Mm-hmm. Is that what it says, Tante Luna? Staat dat het? How many believe God is so faithful? Wie gelooft dat God zo trouw is? That you can depend on him for everything. Dat je bij hem overal op kunt rekenen. That he's the most loyal God. Dat hij de meest loyale, trouwe God is. We can give him our lives. We kunnen hem ons leven geven. Completely. Compleet. Trust in him. Op hem vertrouwen. But I am shocked. Maar ik ben gewoon gechoqueerd. At the disloyalty. Hoe ontrouw. Of people of in the church even. Mensen zelfs in de kerk zijn. I am shocked by the unfaithfulness among church members even. Ik ben gechoqueerd vanwege de ontrouw bij zelfs veel kerkleden. That God cannot depend on them. Want God kan niet van hun op aan. To serve him. Dat ze hem dienen. Are you there? If it's not you, don't worry. Als je dat niet op jou slaat, maak I je dan maar niet druk. I told you about the church of Smyrna many times. Ik heb je vaak verteld over de gemeente van Smyrna. The suffering church. De gemeente die moest lijden. The persecuted church. De vervolgde gemeente. Smyrna means crushed. Smyrna betekent verbrijzeld. John saw that church. Johannes zag die kerk. And Jesus told him. En Jezus zei tegen hem. Give them this message. Geef hen deze boodschap. He said, you're going to be thrown into prison. Jullie worden in de gevangenis geworpen. 10 days. 10 dagen. They're gonna put you to death. Ze zullen je doden. They're gonna threaten you to die. Oh, en je met de dood bedreigen. But. Maar. He that overcomes. Wie overwint. Shall not be hurt by the second death, he said. Zal geen schade lijden van de tweede dood. The second death is hell. De tweede dood, dat is de hel. The eternal fire. Het eeuwige vuur. We gotta preach that. Dat moeten we ook preken. That to escape hell. Dat om niet in de hel hoeven te komen. To escape the second death. Om te kunnen ontkomen aan die tweede dood. We must be Christians. Moeten we wel christenen zijn. Running our race. Die onze wedloop uitrennen. Holy and overcoming. Heilig en in de overwinning. Until we die. Tot we sterven. Until the end. Tot het einde toe. Jesus said it. Dat zei Jezus. He that overcomes. Die overwint. Shall not be hurt by the second death. Die zal geen schade lijden van de tweede dood. Then he tells the church of Smyrna. Dan zegt hij tegen de gemeente van Smyrna. Be faithful unto death. Wees trouw tot in de dood. And I will give you what? En ik zal je wat geven? The crown of life. De kroon des levens. And that's for all of us. Dat is voor ons allemaal.
Can God depend on us? Kan God op ons rekenen? For service. Dat we hem dienen. For everything he gave you in your life. Voor alles wat hij in jouw leven gebracht heeft. So you can use your life. Zodat jij je leven kunt gebruiken. In service. In dienst. For his kingdom. Van zijn koninkrijk. That you be a lively member of the church. Dat jij een levend lid van de gemeente bent. Because if you are born again. Want als jij opnieuw geboren bent. Then God placed you in the body of Christ. Dan heeft God jou in het lichaam van Christus gebracht. Where he pleases. Waar hij wil. But you got to function. Maar je moet wel functioneren. With everything you got. Met alles wat je hebt. If you don't have no talents yet. Als jij nog geen talent hebt. I don't know what you got. Ik weet niet wat je hebt. But what you got, wat je wel hebt. God, wants you to use it. God wil dat je dat gebruikt. Faithfully. En trouw daarin. For his kingdom. Voor zijn koninkrijk. Sister Erica, why are you laughing like that? Tell me. What do you mean? Tell me. If you don't know yet, I don't know. Als jij het nog niet weet, ik weet niet again, wat. Ik weet niet wat jouw talent is. God gave you something. God heeft je iets gegeven. But the thing is, a lot of people want to be here. Het punt is dat mensen hier willen staan om gezien te worden. And they don't know what it costs to be there. En ze weten niet wat het kost om daar te staan. They don't want to be a Dorcas. Ze willen geen Dorcas zijn. Who cook food. Die eten kookte. And sew clothes. En kleren naaide. They don't want to be a Philip. Ze willen geen Philippus zijn. Serve tables first. Die eerste tafels bedienden. They don't want to be a Stephen. Ze willen geen Stephanus zijn. Serve tables first. Die eerste tafels bedienden. Be faithful to what God placed in front of you. Wees trouw in wat God nu voor je legt. So he can promote you one day. Dan kan hij ooit promotie geven. But you have a lot of lying preachers out there today. Maar er zijn veel van die leugenachtige predikers vandaag de dag. Telling everybody, oh, you are anointed. Die zeggen tegen iedereen, oh, je bent gezalfd. Don't hoor. Keep sitting down in Vernon Davis Church like that. Je moet niet blijven zitten op de bank in die kerk daar bij Vernon Davis. Get up out of that seat. Stap van die stoel. And go do something for God yourself. Of course you can go do it if you want. Ga zelf iets doen voor God. Natuurlijk kan je dat gaan doen als je wil. But I never forget how Brother Irvin put that thing on his status. Ik vergeet nooit dat Brother Irvin iets op zijn status zet. Run to church. Ren naar de kerk. For wisdom, he said. Voor wijsheid. Run to church. Ren naar de kerk. I don't know how he said it again. Can you tell me how it is? Ik weet niet meer say hoe. Say it. You don't remember it, huh? But you posted it. Run to church. Ren naar de kerk toe. And how many run to church? Hoeveel mensen rennen naar de kerk? Do you know that Paul the apostle was a mighty apostle and he needed a local church? Weet je dat Paulus apostel een machtig apostel was en hij rende naar de plaatselijke gemeente? And he was one of the most faithful men of God that lived. Hij was de meest betrouwbare man van God die ooit geleefd heeft. And here in this building, hier in dit gebouw, the Holy Spirit led me to tell you how Paul started his ministry. Leidde de Heilige Geest me ertoe hoe Paulus zijn bediening begon. In 1 Timothy 1. In 1 Timotheus 1, vers 11 en 12. Vers 11 en 12. He said the Lord entrusted him with the gospel. Zegt hij, de Heer heeft mij hem het evangelie toevertrouwd. The Lord entrusted him with the gospel. De Heer heeft hem het evangelie toevertrouwd. You gotta gain the trust. Je moet eerst het vertrouwen winnen. From Almighty God. Je moet het vertrouwen van God de Almachtige verdienen. And then in 1 Timothy 1, 12. En in 1 Timotheus 1, vers 12. He said, God counted me faithful. Dan zegt hij, God heeft mij trouw geacht. Putting me into the ministry as an apostle. Door mij in de bediening te plaatsen als een apostel. So Paul did not get there without being faithful. Dus Paulus kwam niet op dat punt zonder eerst trouw te zijn. That's just a tussendoortje. Even tussendoortje. You're putting me to repeat things that I said 1,000 times already. Je laat me dingen herhalen die ik misschien al wel 1,000 keer verteld that heb. You should be dreaming by now. Die je nou eigenlijk moet kunnen dromen. Before I ever preached a message in my life. Voordat ik ooit een boodschap gepreekt heb. I cleaned the shoes of a missionary in Curaçao. Poets ik de schoenen van een zendeling in Curaçao. I cleaned toilets. Ik maakte de wc schoon. Mm-hmm. The man of God gave me his car for a kleine beurt. De man van God gaf me de auto voor een kleine beurt. And I did a grote beurt. Ik gaf hem een grote beurt. I washed his car. En dan waste ik zijn auto. Took the stofzuiger. Pakte de stofzuiger. And clean up the whole car. En maakte de hele auto schoon. Then when he came out, he saw the car. He said, "What did you do with my car?" Toen hij later de auto zag, zei hij, "Wat heb je met mijn auto gedaan?" And that was long before I even went in a pulpit. Dat was lang voordat ik naar een kansel ging. You can never be a pulpit man without serving. Je kunt nooit iemand zijn voor de kansel als je nooit gediend hebt. Don't try it. Moet je niet proberen. You are going to fail. Het faalt toch.
Nobody can get away with that. Niemand komt daarmee weg. You'll be like a vuurwerk, goes up. Als ben je net als vuurwerk, hè? Dat spat op, maar voor je het weet is het weer verdwenen. Gone. Hè? Het lijkt heel wat en in één klap weer weg. Yeah. I saw my wife go clean toilet. They say, Pastor Ernst is cleaning toilet. Ik zag mijn vrouw wc's schoonmaken. Moet Pastor Ernst de wc schoonmaken? And all the members who jump around in the music were not there. En alle leden hè, die ronddansen met de muziek. Die zie je niet. Waar waren ze? You know how many times people told me, Pastor Vernon, what can I do for you? Weet je hoe vaak mensen mij vragen, Pastor Vernon, wat kan ik voor je doen? And I didn't see them again. En daarna zie ik ze niet meer. Yeah. Faithfulness. Trouw zijn. Of a faithful God. Van een trouw, betrouwbare God. Who we can depend on. Waar we van op aan kunnen. Faithful in his word. Hij is trouw in zijn woord. Faithful in all his covenant promises. Betrouwbaar wat betreft al zijn de belofte van zijn verbond. And I will say again, I have never seen God lie. En ik zal het nog een keer zeggen, ik heb God nog nooit zien liegen. Not to me. Niet tegen mij. And not in that Bible. En niet in de Bijbel. So if you heard about promises. Als jij iets gehoord hebt over beloften. And you're not seeing them fulfilled in your life. En je ziet ze nog niet vervuld worden in jouw leven. You gotta check out your obedience to him. Dan moet je eens gaan kijken hoe het zit met jouw gehoorzaamheid aan hem. Because the devil will shoot in your ears. Want de duivel zal in je oren fluisteren. And you'll blame God for it. En dan krijgt God nog de schuld ook. You blame God yet your sickness is not yet healed. Je geeft God de schuld als je ziekte nog niet genezen is. You blame God maybe you didn't finish your school yet. Je klaagt God dan omdat misschien je nog niet klaar bent met school. You blame God. Je klaagt God aan. That you don't have a house like you want. Dat je nog geen huis hebt zoals je wil. You blame God when you see somebody driving a Mercedes and you have a little Fortje. Hè? Je klaagt God aan als je een ander in een Mercedes ziet rijden en jij rijdt in je Fortje. You'll not be content. Je bent niet tevreden. God is not a man. God is niet een mens. That he can lie. Dat hij kan liegen. Quit the doubt in him. Stop met je twijfel aan hem. Stop listening to Satan. Hou op met naar Satan te luisteren. And obey God. En wees gehoorzaam aan God. And see how his faithfulness will be manifested in our lives. Zie hoe zijn trouw in ons leven zichtbaar wordt. Ja. Yeah. So I'm reading 2 Corinthians 1. Ik lees in 2 Korinthe 1. My Lord help me. And now I'm going to verse 18. Vers 18. No, I read that already. The 19th verse. Vers 19. Everybody read it out loud so you don't fall asleep in this heat here. Met z'n allen, zodat je niet in slaap valt met die hitte. Come, read it. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar ons woord is in hem ja geweest. Every message that Paul preached, elke boodschap die Paulus gepreekt heeft on Christ Jesus, over Christus Jezus, he said it was never yes and no, is nooit ja en nee geweest. But in him, maar in hem is, always yes. Is het altijd ja. That's God. Dat is God. That's Almighty God. Dat is God de Almachtige. Halleluja. Unchangeable God. De onveranderlijke God. The Father of lights. De Vader der lichten. With who is no variableness in the shadow of turning. Bij wie geen zwijn van omkeer is. Every good gift. Iedere goede gave. Every perfect gift. Iedere volmaakte gave. Comes from above. Komt van boven. I don't care who you are, but if you're distracted when I'm preaching, I call you to repent. Ja, laat je niet afleiden als er gepreekt wordt, want dan zeg ik, hey, bekeer je. Because zorg dat je aandacht erbij houdt. Because when you do that, you are disrespectful to the word of God. Ja, als je dat gewoon doet, als je met andere dingen bezig bent, dan heb je geen respect ook voor het woord van God. And you say, I came here. He? En dan zeg je misschien, nou, je mag blij zijn dat je gekomen bent. You're not coming for me. Je komt niet voor mij. No way, brother, no way. Echt niet. Nobody comes to church for a minister.
Niemand komt naar de kerk voor een dienstknecht. That's what Irvin, brother Irvin, tried to put in that status. He said, run to church. Dat is wat broeder Irvin ook in op zijn status probeerde over te brengen. Ren naar de kerk to get wisdom. Om wijsheid te ontvangen. To get this and to get that. En dit ontvangen en dat. Jesus went to church. Jezus ging naar de kerk. He didn't have to. Hoefde niet. He went to the synagogue. Hij ging naar de synagoge. Every Sabbath. Elke Sabbat. As his custom was. Volgens zijn gewoonte. Luke 4:16. Lucas 4:16. To read the law. Om de wet te lezen. He could have told the father, I am God. Had tegen de vader kunnen zeggen, hey, ik ben God. I don't have to go to no building. Ik hoef niet naar een gebouw te gaan. But he went. Maar dat ging wel. He obeyed. Hij was gehoorzaam. He was disciplined. Hij had discipline. And he was a disciple of the father. Hij was een discipel van de vader. He was a servant of God. Hij was een dienstknecht van God. And he served his father. En diende zijn vader. In the house of God. In het huis van God. We gotta get away from that sloppy gedoe. We moeten af van al dat slappe gedoe. That we go to church once in a while. Waar we af en toe naar de kerk gaan. And we know everything on the internet. En we weten alles van de internet. Every preacher that passes by. En elke prediker die kennen we. And then the pastor asks you today. En de pastor vroeg je vandaag. What did the message talk about last week? Waar ging de boodschap vorige week over? And many of you didn't even respond. Een heleboel van jullie konden niks zeggen. And I'm continuing it with it today. En daar ga ik vandaag mee verder. Busting the devil with the faithfulness of God. He, we slaan de duivel om zijn oor. We geven hem ervan langs met de trouw van God. Everybody read verse 20 now out loud. Vers 20. Met z'n allen weer. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn allemaal in hem. Ja, en in hem. Amen. Tot verheerlijking van God door ons. What does it say? Zoveel de beloftes? Ja. So that means there's many. Ja. So no matter how many there are, is that what he's saying? That's what he's saying. No matter how many promises there are. Hoeveel beloften er ook zijn. All of them. Allemaal. Is yes. Is het ja? And amen. En amen. I took the time. Ik heb de tijd ervoor genomen. To count them. Ze te tellen. Thousands. Duizenden. Of promises. Beloften van God. Politicians cannot give you what God gives. Politici kunnen je niet geven wat God je geeft. They're liars. Ze liegen toch. Most of them are liars. De meeste zijn leugenaars. The politicians of Holland. De politici van Nederland. Most of you are liars. De meeste zijn leugenaars. Kings also lie. Koningen liegen ook. Government changes. Regeringen die veranderen. Nations rise. Volken staan op. Nation falls. Volken verdwijnen. Politicians rise. Politici staan op. Politicians go down politici. In sin. Vallen in zonde. Lying to people. Liegen tegen de mensen. Corruption. Corruptie. Is in most governments. Is in de meeste regeringen. For money. Om geld. I even think even the COVID could have been used by men to get some money. Zelfs de COVID kan door mensen gebruikt worden om geld te verdienen. I believe that that can happen. Dat geloof ik wel. Because Paul tells me. Want Paulus zegt tegen mij in 2 Timothy 3, in 2 Timotheus 3, verse 13, vers 13, in the last days, in de laatste dagen, evil men will grow from bad to worse. Zullen slechte mensen van kwaad tot erger gaan. Deceiving many. Ze zullen velen misleiden. And being deceived themselves. En worden zelf ook misleid. And the only way we're going to keep standing. De enige manier om overeind te blijven staan. Is staying in the word of God. Is dat we in het woord van God blijven. That Bible you have there. Die Bijbel die je daar hebt. Don't get bored of it. Ga het niet saai vinden. Don't ever do that. Don't ever. You eat food every day. Je eet toch ook elke dag voedsel? Most of us even, many of us even eat wrong food. De meeste, een heleboel van ons eet ook verkeerd voedsel. We know that the food is gonna kill us and we still eat it. We weten dat we dat het voedsel wat we innemen ons dood kan maken en we eten het toch op. I sat down with pastors on a table one day. Ik zat een keer met pastors aan tafel. One of them said my cholesterol is sky high. Eentje zei mijn cholesterol is torenhoog. And he was sitting and delicious pork he was putting in his body. En hij stopte lekkere varken in zijn lijf. Vette troep. And he says, and then he took the crab at the side. En dan nam er nog een beetje krab bij. The lobster, some people call it. Kreeft. Full of poison. Vol gif. And he's breaking it with his hands, cutting his fingers, don't care. Lekker met zijn vingers zat dit allemaal open te breken. Hij smikkelde. And he says, this is high in cholesterol. Oeh, er zit wel veel cholesterol in, zegt hij. And he just said.
His cholesterol is sky high. Hij had net nog gezegd hoe hoog zijn cholesterol is. And I said, why are you eating it then? Ik zei, waarom eet je het dan op? He said, it's so nice. Het is zo lekker. I said, go ahead. Ga je gang. Eat it. Eet dan maar op. I'm not judging you. Ik oordeel je niet. We spend hours to eat food. Maar we gebruiken uren om te eten. Let's compare that with our Bible study. Laten we dat eens vergelijken met onze Bijbelstudie. With our Bible reading. Met ons Bijbellezen. With our Bible knowledge. Met onze Bijbelkennis. With our hunger. Met onze honger. For the promises of God in His Word. Naar de belofte van God in zijn woord. That never fails. Die niet kunnen falen. God's promises. Gods belofte. Never fails. Falen nooit. I don't care what the devil is saying. Kan me niet schelen wat de duivel zegt. God's promises never fail. Gods beloften falen nooit. Never. Nooit. I will show you today. Ik zal je vandaag laten zien. In another promise of God. Nog een belofte van God. Another one. Nog één. In the thousands. Van de duizenden. Peter tells us. Peter zegt. In 2 Peter 1. In 2 Petrus 1. Verse 4. Vers 4. He said, God has given unto us exceeding great and precious promises. God heeft ons zeer grote en kostbare beloften gegeven. That by those promises. Dat door die beloften. We get into a level with God. Wij op een niveau komen bij God. To be partakers. Waar wij deel kunnen krijgen. Of His divine nature. Aan zijn goddelijke natuur. And we escape the corruption that is in the world. True lust. En we ontkomen aan het verderf dat in de wereld is door de begeerte. I gave you the verse. Ik heb je het vers al gegeven. 2 Peter 1 verse 4. 2 Petrus 1 vers 4. Isn't that there? Yep. Yeah. Okay. Now, last week was the promise of eternal life. Vorige week was het de belofte van het eeuwig leven. Eternal life. Eeuwig leven. Starts here. Begint hier. I preached about it. Heb ik over gepreekt. But I contrasted the eternal life last week with eternal judgment. Maar ik heb het contrast van het eeuwig leven vorige week laten zien en dat is het eeuwig oordeel. Today I want to talk about the promise of deliverance. Vandaag wil ik het hebben over de belofte van bevrijding. That God is the source of our deliverance. Dat God de bron van onze bevrijding is. And I'm not going to talk about deliverance from demons today maybe. En misschien ga ik het niet hebben over bevrijding van demonen. I have never specialized in it. Daar ben ik nooit in gespecialiseerd. But demons showed up in my meetings and they had to get out. Maar er kwamen de demonen bij mijn samenkomsten opdagen en ze moesten eruit. And they saw the holiness on my life. En ze konden de heiligheid in mijn leven zien. And they cried out. En schreeuwden het uit. And come out to people. En kwamen uit mensen. Without me ever studying demonology. He, terwijl ik nooit demonologie bestudeerd heb. I never been to a Bible school. Ben niet nooit naar een Bijbelschool geweest. To study none of those things. Om een van die dingen te gaan studeren. It's just holiness drives devils out. He, heiligheid drijft duivels uit. I said holiness gives us authority over the devil. Ik zeg van heiligheid krijg je autoriteit over duivels. Every devil has to bow for God's holiness. Elke duivel moet buigen voor de heiligheid van God. Every lustful spirit. Elke geest van lusten en begeerte. Every unclean spirit. Elke onreine geest. Every foul devil. Elke vuile, smerige duivel. Religious devils. Religieuze duivels. Hypocritical devils. Duivels van huichelarij. Will bow. Buigen. For the holiness of God. Voor de heiligheid van God. Mm-hmm. The faithfulness of God. Hoe trouw God is. In His deliverances. In zijn bevrijdingen. His powerful manifestation of the being the deliverer. De machtige manifestatie van dat hij de bevrijder is. No, but I don't have to keep telling people why I shout, man. Ik hoef niet mensen te blijven vertellen waarom ik zo schreeuw. Because a lot of people need deliverance. Er zijn veel mensen die bevrijding nodig hebben. I hope you're going to let me finish this message. Ik hoop dat ik de boodschap kan afmaken. Go to Exodus chapter 3 quickly. Kijk, we zijn in Exodus 3. Come quickly, please. I know the heat is on. I'm also sweating here. It's okay with me. Weet dat heet is, ik zweet ook. I preach in people where my socks was wet. Ik heb gepreekt, hè, waar het zo heet was dat ik nat was tot in mijn sokken. And I kept on going until I was done. En ik ging gewoon door tot ik klaar was. Tantilona can tell you that. Halleluja. How you wring my shirt like in a bucket of water. Je kan mijn hemd zo uitwringen. And I didn't stop.
Maar ik stopte niet. I preached in Philippines, it was 38 degrees without air condition. Ik preekte in Filipijnen met 38 graden zonder airco. When I lifted up my hand, I heard the sweat dropping on my Bible. Als ik mijn hand omhoog deed, voelde ik de druppels op mijn Bijbel vallen. And they didn't give me not one cent to eat to get some food. En ze gaven me niet een cent om iets te eten te kopen. We read in Exodus chapter 3. In Exodus 3 lezen we. We see God coming to Moses. We zien hoe God bij Mozes komt. To raise Moses up to be the deliverer. Hij wil Mozes doen opstaan als de verlosser. God came with his presence to Moses. God kwam met zijn aanwezigheid bij Mozes. That's what God does before he uses us. He comes to us with his presence. Dat is wat God doet, hè, voordat hij ons gebruikt. Hij komt met zijn aanwezigheid zelf bij ons. I will read now verse 1 to 6. Follow me. Vers 1 tot 6. Moses was tending the flock of his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the back of the desert, came to Horeb, the mountain of God. Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn. En ik kwam bij de berg van God, de Horeb. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So Moses had to look, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. En de engel van de Heer verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een struik. Hij keek toe en zie, de struik brandde in het vuur, maar de struik werd niet verteerd. We talked about faith a while ago. We hadden het over geloof straks. Day before yesterday, I put on my TV. Gisteren zet ik mijn tv aan. And I went to look at Family 7. Ik ging kijken naar Family 7. It's supposed to be a Christian channel. Dat zou een christelijke kanaal moeten zijn. And I saw people investigating God. En ik zag hoe mensen bij elkaar, ze waren God aan het onderzoeken. Theologians, you know. Theologen. Scholars, leraar, Bijbelleraar, who want to seek a way to find out how did God open that Red Sea? Ze proberen erachter te komen hoe kon dat nou? Hoe gebeurde dat nou dat die Rode Zee openging? How did God do that? Hoe deed God dat nou? He did it. Hij heeft het gedaan. I have faith he did it. Ik heb het geloof dat hij you het gedaan. You go ahead and investigate them if you want. Ga jij maar onderzoeken als je wil. And lose your faith in God. En intussen je geloof in God kwijtraken. I'm not gonna go there. En je geloof kwijtraken. Ik ga niet die kant op. When I first arrived in Holland, toen ik pas in Nederland kwam, a friend took me to a Bible school. I better don't mention the name. Een vriend nam me een dagje mee naar een Bijbelschool. And the first lesson we went to was the book of Romans. De eerste les waar we naartoe die we bijwoonden ging over Romeinen. It was quite interesting. Was best wel interessant. And quite good. En dat was aardig goed. The next one was Galatians. De volgende was over Galaten. And the Bible teacher was okay. En de Bijbelleraar was okay. But then the next session we went. Maar de volgende sessie waar we heen gingen. Robo zei. He said this is called apologetiek. Hij zegt, dit heet apologetiek. I said, what is that? Ik zeg, wat is dat? He said, just get in the class, we'll see. Hij zegt, kom maar in de klas zitten, dan nooit wel. A man came up. Er kwam een man naar voren. Started to teach. Hij begon onderwijs te geven. And then he said this. Toen zei hij dit. He said, you know. Weet je? Maybe the gospel writers of the four gospels was there when they wrote those things. Hij zei, misschien waren degenen die de vier evangelieën geschreven hebben er wel bij toen dat geschreven werd. I looked at the friend and I said, Joseph. Ik keek naar mijn vriend en ik zei, hey Joseph. I'm out of here. Wegwezen. And I put one foot in front of the other and I went out of that classroom. Ik was meteen klaar en ik ben gewoon naar buiten gegaan. Because my faith. Mijn geloof is in that Bible. Is in de Bijbel. You cannot bring nothing to question me in the Bible. I will believe every jot and every tittle. Je hoeft niet bij mij te komen om me te laten twijfelen aan de Bijbel als waarheid. Hè? Ik geloof elke jota en tittel. And here Moses sees God. Hier ziet Mozes God. Like an angel. Of een engel. In a flame of fire. In een vlam. In the midst of the bush. Uit het midden van een struik. Moses looks at the bush. En Mozes kijkt naar die struik. The bush is on fire. Die struik staat in brand. But it's not burning away. Maar die verteert niet. It's not like the bush fire we have in France right now. Niet zoals de bosbranden zoals we nu in Frankrijk hebben.
The fire is burning down everything. Het vuur verbrandt alles. The heat. De hitte. The heat wave caused the fire to burn up the world. Door de hittegolf staat een heleboel in brand. And people are still rebelling against God. En mensen blijven opstandig tegen God. They're trying everything to fight the fire. En ze proberen alles om dat vuur te bestrijden. People are dying. Mensen sterven. Whole villages and big places burned up. Hele dorpen, grote plaatsen, die zijn helemaal weggebrand. People have to run for their lives. Mensen moeten vluchten voor hun leven. Having only the clothes on their back and gone, their whole house burned to ashes. Ze hebben alleen de kleren die ze aan hebben, een hele huis, alles wat ze hebben, is platgebrand. Could it be that God is calling man to bow? Is het mogelijk dat God de mens oproept om te buigen voor hem? Let me stick to my subject. Laat maar bij mijn onderwerp blijven. I don't question no bush that was burning. It was burning and it was not consumed. I don't care what kind of bush it was. Ik ga niet betwijfelen dat er een struik in brand stond en dat hij niet verteert. Het kan me ook helemaal niks schelen wat voor soort struik het was. Hij stond in brand en verteerde niet. It was a God bush. Het was een Godstruik. That's for me a God bush. Een Godstruik. Verse 3. Vers 3. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight and why the bush does not burn. Mozes zei, laat ik nu naar het indrukwekkende verschijnsel gaan kijken. Waarom die struik niet verbrandt? I'm reading verse 4 till 5 till 6. Vers 4 tot 6. So when the Lord saw that that Moses turned aside to look, God called him from the midst of the bush and said, Moses! Moses, and he said, here I am. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de struik en zei, Moses, Moses. En Mozes zei, hier ben ik. And God comes with his holiness now. Nou komt God met zijn heiligheid. This is what we need. Dit hebben wij nodig. Then God says, toen zei God, to this man of God, tegen deze man van God, Moses. Hey Moses. He said, do not draw near this place. Kom niet hier dichterbij. Take off those old shoes. Doe die schoenen van je voeten. The place where you're standing is holy ground. De plaats waar je staat is heilige grond. Verse 6. I can preach on all these verses, but let me get on, please. Moreover, he said, God is telling Moses who he is. God zegt tegen Mozes wie hij is. I am the God of your father. Ik ben de God van uw vader. The God of Abraham. De God van Abraham. The God of Isaac. De God van Isaac. And the God of Jacob. En de God van Jacob. And what does Moses have to do? En wat moest Mozes doen? Jump in God's face. He? Springen voor God. And tell God, hey. En zeggen, hey. I'm also a God. Maar kon die God God tegenspreken en zeggen, hey, kon die brutaal worden? Hey, ik ben ook God. I am also a God, God. Hey, God, ik ben ook een God. Let me warn you. Laat me je waarschuwen. For a crazy preacher. Voor een gekke prediker. His name is Stephen Furtick. Stephen Furtick. Die is stapelgek. Ja, die is stapelgek. He's a lunatic. The man is mad. Die man is gek. He said. Hij zegt. When God told Moses. Toen God tegen Mozes zei. I am God. Toen God tegen Mozes zegt, ik ben God. Moses was also a God there. Dat Mozes daar ook een God was. That man said on his video. Die man zei in zijn video. I am God Almighty. Ik ben God de Almachtige. Do you think I gotta listen to him again? Denk je dat ik nog naar zo iemand moet luisteren? Who dare you go to listen to a crazy man like that? Durf je naar zo'n gek te gaan luisteren? That's a tussendoortje. Even tussendoortje. Is everybody happy here? Iedereen nog blij? Is everybody still listening? Stephen Furtick is his name. Hij heet Stephen Furtick. I got to say the name. Moet zijn naam noemen. I say the name. Ik zeg de naam gewoon. God knows my heart. Mm-hmm. We warn people for those crazy heresies. We waarschuwen mensen voor die gekke ketterijen. I will fail God if I don't do this. Ik zou falen tegenover God als ik het niet doe. Stephen Furtick. Stephen Furtick. Said he is God Almighty. Die zei, ik ben God de Almachtige. He stood in the pulpit. Hij stond in de kansel. And said, when God told Moses, I am sending you. Hij zei, toen God tegen Mozes zegt, ik ben, hoe is uw naam? Ik ben, en hij zendt je. He said, he was saying, I am also, I am. Hij zegt, ik ben ook, ik ben. Faith. Geloof.
They speak that so-called by faith. Dat spreken ze zogenaamd in geloof. Now you have a chance to go see him if you want. Nu heb je de kans om naar hem te gaan kijken als je wil. I mentioned the name. Ik heb zijn naam genoemd. But I warn you not to go to listen to those people. Maar ik waarschuw je niet naar dat soort mensen te luisteren. Because it's unbiblical. Omdat het onbijbels is. That violates biblical principle right there. Zo worden bijbelse principes overtreden. We have the image of God. We hebben het beeldenis van God. He breathed his breath in man. Hij heeft zijn adem de mens ingeblazen. But we are not God. Want wij zijn niet God. We are not gods. Wij zijn niet God. Even Jesus. Zelfs Jezus. Said the Father is greater than me. Zei de Vader is groter dan mij. Later Jesus himself will submit everything to the Father. Later zal Jezus zelf alles aan de Vader overgeven en aan hem onderwerpen. He couldn't do nothing unless the Father showed him. Hij kon helemaal niks doen tenzij de Vader het hem eerst liet zien. He couldn't even speak a word. Hij kon niet eens een woord spreken. Without the Father gave him the word to speak. Als de Vader niet dat woord gegeven had om uit te spreken. How dare we? Hoe durven wij dan? Go so far to say things like that. Zo ver te gaan dat we zulke dingen zeggen. I am God Almighty. Ik ben God de Almachtige. And some said he was saying it as a joke. En sommigen zeggen ja, dat zeiden ze grap. It was not a joke. Het was helemaal geen grap. He meant it. Hij meende het. That's the doctrines of demons. Dat zijn leringen van demonen. That John and Paul warns us about. Waar Johannes en Paulus ons voor waarschuwen. 1 Timothy 4, 1. 1 Timotheus 4, vers 1. The Spirit of God. De Geest van God. Is speaking expressly in the end times. Spreekt nadrukkelijk dat in de eindtijd. That many will fall away from the faith. Velen zullen afvallen van het geloof. Giving themselves over. Want ze geven zich over. To seducing spirits. Aan misleidende geesten. And doctrines of devils. En leringen van duivels. That's what's happening. En dat gebeurt nu. You get possessed. Je wordt in bezit genomen. With a spirit. Door een geest. That wants to preach those things. Die dingen wil preken. And it's amazing how many people follow them. En je staat te versteld van hoeveel mensen zulke gekken volgen. They listen to them. Ze gaan naar ze luisteren. And they follow them. En ze volgen ze. They're following them on the Broadway. Ze volgen hen op de brede weg. They're following them to hell. Ze volgen ze op weg naar de hel. Amen. Amen. I'm in Exodus 3, number 6. Ik ben bij Exodus 3, vers 6. I'm shifting from my subject, Brother Irvin. Ik wijk van mijn onderwerp af. On the faithfulness of God. Over hoe trouw God is. Don't ask me where I got this message from. Vraag me niet hoe ik aan deze boodschap kom. It came from the Spirit. Het kwam door de Geest. I was just thinking about the faithfulness of God in my life. Ik was gewoon aan het nadenken over hoe trouw God in mijn leven is. If I look from the day I started to live. Vanaf als ik ga terugkijken naar de dag toen ik ging leven. Especially when I got saved. Vooral toen ik gered werd. Till today as I stand here. Tot vandaag toe, nu ik hier sta. I have seen his faithfulness. Heb ik de trouw van God mogen zien. All over my life. In mijn hele leven. And then God spoke to me. En toen sprak God tot mij. In my heart. In mijn hart. He said it's time for the church. Het is tijd dat de gemeente. To recognize. And acknowledge the faithfulness of God. Gaat herkennen en erkennen hoe trouw God is. And only then the church can become strong. En alleen dan kan de gemeente sterk worden. So I'm in Exodus 3, number 6. Exodus 3, vers 6. I read it already to you. Heb ik al gelezen. Moses hid his face from God. Moses bedekte zijn gezicht voor God. He was afraid to look at God. Hij was bang om God aan te kijken. So we are looking at the message today again. We kijken vandaag weer naar een boodschap. On the faithfulness of God. Over hoe trouw God is. We have seen how many promises he has. We hebben gezien hoeveel beloften hij heeft. Thousands of them. Duizenden. And Paul emphasizes in 2 Corinthians 1:20. In 2 Korinthe 1 vers 20 benadrukt Paulus. And he declares, no matter how much the promises of God are. En zegt, maak je ongeacht hoeveel de beloften van God ook zijn. All of them in him is yes. Die zijn in hem allemaal ja. And never yes and no. Nooit ja en nee. To the glory of God. Tot de heerlijkheid van God. We saw that clearly. Dat hebben we duidelijk gezien. Then we trace God in the Bible.
Dan kijken we, volgen we het spoor van God in de Bijbel. We see God in action in the Bible. En zien we God in actie in de Bijbel. And we have faith in Him. En hebben we geloof in Hem. How He started the manifestation of His faithfulness in the Bible. Hoe hij begon zijn trouw te laten zien in de Bijbel. How did he do it? Hoe deed hij dat dan? By promises. Door beloften. By binding himself. En zich vast te binden. With oaths. Met een eed. Unchangeable oaths. Onveranderlijke eeden. That he can never lie. Dat hij niet kan liegen. He is bound to his promises. Hij is gebonden aan zijn beloften. In covenant. In een verbond. With a covenant people. Met mensen die ook dat verbond sluiten. Aha. You can say amen. Amen. Don't ask me. Don't let me beg you for it. Please say an amen when I say these things. Say amen. Amen. You can shout. You can run around if you want. Hey, je kan roepen. Je mag gaan rennen als je wil. You can see God in the Bible. Je kunt God zien in de Bijbel. I start with Exodus 3. Ik begin bij Exodus 3. We got to start at the beginning. Want we moeten beginnen bij het begin. And then we move over to the New Testament. En dan gaan we over naar het Nieuwe Testament. Ja. Yeah? We see God manifesting his faithfulness. We zien hoe God zijn trouw openbaart. As he came to Moses with his presence. Toen hij kwam met zijn aanwezigheid bij Mozes. And he tells Moses. En tegen Mozes zegt. How he makes a promise. Hoe hij een belofte doet. That he was going to deliver his people Israel. Dat hij zijn volk Israël zal bevrijden. From all the bondages of Egypt. Uit alle slavernij of gebondenheid van Egypte. He made a promise. Hij deed een belofte. Exodus 3, verse 7. God said to Moses. God zei tegen Mozes. I have seen the oppression. Ik heb de onderdrukking gezien. Today he will say, I see the stress. Vandaag zal hij zien, ik zie de stress. I see the depressie. Ik zie de depressie. I see the ochtendhumeur. I see your morning sickness, your morning grumpiness. I see people complaining when it's too cold, it's too cold. Ik zie mensen klagen, hè? Want nou is het te koud en nou is het te warm. When it's hot, it's too hot. Als het warm is, is het heet. When it's COVID, als er COVID is, they want to come to church to have fellowship. Dan willen ze zo nodig naar de kerk om te fellowshipen. Then you open up the church. En dan gaat de kerk weer open. And some turn away. En sommigen komen niet opdagen. And on and on and on. En gaan ze maar door. You see the modern day plagues. Je ziet de plagen van deze tijd. Operating in people's lives today. Die ook in mensen vandaag werkzaam zijn. I am aware of so many mental diseases in Europe. Ik ben me bewust van heel veel mentale ziekten in Europa. Young people, Wendell. Jongeren. Their mind. Hun verstand. Messed up. Een puinhoop. They have to take cannabis. Ze moeten cannabis gebruiken. That's why they legalize it. Daarom maak je het maar weer wettig. The man that sells marijuana in Holland is a multimillionaire. De persoon die marijuana in Nederland verkoopt, die is multimiljonair. They have now the hash and the marijuana tent in Amsterdam. Ze hebben nu een hash en marijuana tent in Amsterdam. Where you walk in and buy it. Dan kun je het gewoon kopen. There's a man selling it here in Holland. He's a multimillionaire. Een van de verkopers is multimillionair. Heroin. Heroïne is given free. Wordt gratis uitgedeeld. By the government. Door de overheid. And when they don't have the heroin. Als ze geen heroïne hebben. They pump them with methadone. Dan krijgen ze methadone. And the drug addicts don't like the methadone. Maar de drugsverslaafden houden niet van die methadone. Because it doesn't give the kick. Want dan krijgen ze niet net zo'n kick so van. So they need the heroin. Dus hebben ze toch heroïne nodig. Uh-huh. And so you can go on. The plagues. De plagen. The modern day plagues. Plagen van deze moderne tijd. Soul sicknesses. Ziektes. Depression. Van de ziel. Young people with stress. Jonge mensen met depressie. While they have uitkering en kinderbijslag. Terwijl ze uitkering hebben, kinderbijslag. Mm-hmm. You don't like this. You don't like to hear these things, I know. Ik weet dat je deze dingen niet graag hoort. I was living in Tilburg. Ik woonde in Tilburg. There was a place called Jan Wier. Er was een plaats, Jan Wier genaamd. It was a mental clinic. Een psychiatrische inrichting. I sent the church people there to evangelize the people. En de mensen van de kerk gingen daar ook evangeliseren. They went inside and they started to win the souls. Ze begonnen de zielen te winnen. Most of them were young boys. Heel veel jongens. Sick in their mind. Ziek in hun hoofd. The people evangelized them.
Mensen gingen evangeliseren. Bring them to church. Nou, brachten ze mee naar de kerk. The whole Yanweer staff got angry at us. Maar ze werden helemaal boos op ons. Because we were emptying the institution. Omdat het instituut leeg raakte. They were going to lose the money. Want dan verliezen ze geld. Of the uitkering. He, van alle uitkeringen. That the patiënten give. Mm-hmm. The patients had to give their uitkering. Come on, Hans, help me. De mensen moesten ze de uitkering afstaan. I went to preach at a meeting with drug addicts in Deventer somewhere. Ik ging preken bij een drugsrehabilitatiecentrum. Two churches organized it. In Beekbergen, in Beekbergen. They had an opvangcenter of drugs. De twee kerken was een opvangcentrum. I preached the gospel. Ik preekte het evangelie. All the drug addicts ran to me after the meeting. De drugsverslaafden renden naar de samenkomst naar me toe. They gave me a half an hour. Ik kreeg een half uur. And even the half an hour when I finished, all the drug addicts run to me now. En ook zelfs na dat half uur renden de drugsverslaafden naar me toe. They said we never hear these things like that. Deze dingen horen we nooit zo, zeiden ze. And they went to my car. En ze kwamen naar mijn auto toe. And they was looking at my videos and my cassettes. Ze keken naar mijn cassettebandjes. They had no money. Ze hadden geen geld. I was giving them away. Dus verdeelden ze uit. The whole staff. De hele staf of the opvangcenter, van het opvangcentrum, and the leaders of the church, de leiders van de kerk, they got mad at me, werden boos op me. Because I told the drug addicts, you can get out of this place. Want ik zei tegen de jongens, jullie kunnen hier wegkomen. I was a drug addict and I'm out. Ik ben ook drugsverslaafde geweest en ik ben eruit gekomen. They got angry. En ze werden boos. Because I brought healing. Omdat ik genezing bracht. So they will lose all the money. Dan verliezen ze geld. Time has come. If we are the church, tijd is komt dat als we kerk hebben, we got to experience the deliverances of God. Moeten we ook de bevrijdingen van God ondervinden? Deliverance. Bevrijding. From oppression. Van onderdrukking. Exodus 3 vers 7 zegt. Devil, you better get nervous indeed. Duivel, ja, het is goed dat je zegt. God said. God zei, I have seen the oppression of my people. Ik heb de onderdrukking van mijn volk gezien. Who are in Egypt? Dat in Egypte is. And I heard their cry. Ik heb hun geschreeuw om hulp gehoord. Because of their taskmasters. Vanwege hun slavendrijvers. For I know their sorrows. Ik ken hun leed. Think about that. Denk maar eens over na. He was going to go there himself. Hij zou daar zelf heen gaan. He was not only sending Moses. Hij zond niet alleen Mozes. God was going to go into Egypt himself. God ging zelf ook naar Egypte. Look at the word affliction. Kijk naar het woordje onderdrukking. Affliction. That's what it means. Dat betekent het. Did you see the word affliction? Onderdrukking of een nood. Depression. Depressie. It means misery. Ellende. It means poverty. Armoede. It means trouble. Problemen. It means depression. Het betekent depressie. Misery. Ellende. Poverty. Armoede. Trouble. Problemen. In the lives of people. Bij mensen. In the lives of Israel. In het leven van de mensen van Israël. Look at the word cry. Kijk naar het woord hun schreeuw. When they cried out to God. Toen ze tot God schreeuwden. That's in verse 7. Dat is in vers 7. That's a cry of distress. Dat is een schreeuw van onderdrukking. It was heard by God. En God hoorde dat. Look at the word taskmasters. Kijk naar het woordje slavendrijvers. In the Hebrew it means. In het Hebreeuws is het. To harass. Lastig vallen. To tyrannize. Tyranniseren. To oppress. Onderdrukken. Look at the word taskmasters. Het woordje slavendrijvers. It means a ruler over you. Betekent dat iemand over jou heerst. An oppressor. Iemand die je onderdrukt. A tyrant. Een tiran. A lord. Een heer. Which is not God. Een meester, maar niet God. Is controlling you. Die heerst over jou. That was what's happening to God's people in Egypt. Dat gebeurde met Gods volk in Egypte. And there is a reason why I'm bringing this message. God knows. En er is een reden waarom ik deze boodschap breng. God weet waarom. At the end of verse 7 you see the word sorrows. Aan het eind van vers 7 zie je hun leed, hun pijn. It means pain.
pain. Dat is pijn. Physical. Lichamelijke pijn. Pain. Pijn. Mentally. Mentaal. All that God saw. Dat zag God allemaal. And heard. En hij hoorde dat. Amongst his people. Bij zijn volk. And he told Moses. Hij zei tegen Mozes. I promise. Ik beloof. I'm going to get them out of there. Dat ik ze daar weghaal. I'm going to bring deliverance. Ik kom met bevrijding. Our God. Onze God. Is a deliverer. Is een bevrijder. We see in Exodus 3:8. In vers 8 zien we. God says this. God zegt. And so I have come down. Say that. Daarom ben ik neergekomen. I have come down. Ik ben neergekomen. And deliver them out of the hand of the Egyptians. Om hen uit de hand van de Egyptenaren te redden. And to bring them from that land. En hen uit dat land te leiden. To a good and large land. Naar een goed en ruim land. A land flowing with milk and honey. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. To the place of the Canaanites. Naar het gebied van de Canaanieten. The Hittites. Hethieten. The Amorites. Amorieten. The Perizzites. Perizzieten. And all these ites. En al die ieten. God said. God zei. In verse 8. In vers 8. I am come down. Ik ben neergekomen. To be the deliverer. Oh, als bevrijder. Please look up here. Kijk even hier. God said, I'm coming down. God zegt, ik kom naar beneden. To be the deliverer. Als bevrijder. A lot of people in church. Veel mensen in de kerk. Are being molested by the devil. Worden door de duivel lastiggevallen. Maybe not here. Misschien niet hier. When we are saved. Als wij gered zijn, behouden. The word saved. Dat woordje behouden of zaligheid. It means deliver. Betekent bevrijd. It means you will no longer be molested by the devil. Dat betekent dat je niet langer door de duivel lastiggevallen wordt. Paul told Timothy. Paulus zei tegen Timotheus. Of all people. Van alle mensen. Is everybody still following this? Kan iedereen nog volgen? You think you want more? Wil je meer? Paul told Timothy. Paulus zei tegen Timotheus. To take heed to his life. Dat hij goed op zijn eigen leven moest letten. And continue in all the teachings he received. En dat hij zich moest blijven houden aan al het onderwijs dat hij al ontvangen had. He said, when you do this. Hij zegt, als je dat doet. You saved yourself. Dan heb je jezelf gered. And then those who hear you. En dan degene die je horen. A lot of people are trying to get others saved while they're not saved themselves. Veel mensen proberen anderen gered te zien krijgen terwijl ze zelf nog niet gered zijn. Are you listening? Hoor je dat? Do you want more? Meer? That verse I just quoted to you. Dat vers wat ik net citeerde. I used it many times among this church. Heb ik vaak gebruikt hier. 1 Timothy 4:16. 1 Timotheus 4 vers 16. Paul told Timothy. Paulus zei tegen Timotheus. Take heed. Let op. To your life. Sla acht op jouw leven. Your personality. Op je persoonlijkheid. And all the teachings you received. En al het onderwijs dat je ontvangen hebt. And he received them from the grandmother and his mother first. Hij had ze eerst ontvangen van zijn oma en zijn moeder. And then when he was 16 years of age. En toen hij 16 jaar was. He joined the apostle Paul. Ging hij mee met Paulus. And there he got more teachings. En daar kreeg hij nog meer onderwijs. That penetrate his life. Die tot zijn leven doordrongen. And Paul says, continue in them. Paulus zegt, daar moet je bij blijven. Don't just drop it. Niet zomaar laten vallen. Don't drop all the teachings you got. Laat niet al het onderwijs vallen wat je ontvangen hebt. Work with them. Ga ermee aan de slag. Continue to abide in them. En blijf daarbij. Then you saved yourself. Dan heb je jezelf gered. You are delivered. Dan ben jij bevrijd. From molestations of the devil. He, van lastiging en lastigvallen en pijniging van de duivel. You are free from bondage and sin. Jij bent vrij van gebondenheid en van zonde. And then you save those who hear you. Dan kun je anderen die je horen ook redden. Huh? What? What? Huh? Oh, like that. Oh, you mean it like that. Ah. Ah.
I am talking about God's promises. Ik heb het over de belofte van God. How faithful he is. Hoe trouw hij is. To bring deliverance. En met bevrijding komt. To be the deliverer. Als de bevrijder. To be the source of deliverance. Als de bron van bevrijding. And therefore I started Exodus. Daarom begin ik bij Exodus. The Exodus. The Exodus. The mighty presence of God. Deze machtige tegenwoordigheid van God. Delivering his people. Die zijn volk bevrijd. From Pharaoh. Van Farao. From demon powers. Van demonische machten. From slavery mentality. Van die hele slavenmentaliteit. From every devil. En elke duivel. Exodus 3:9 says. Exodus 3 vers 9. Now the cry of Israel has come to me, Moses. Mozes, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. And I have seen the oppression. En ik heb de onderdrukking gezien. With which the Egyptians oppress them. Waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. And now God tells Moses. Nu zegt God tegen Mozes. In Exodus 3:10. In vers 10. Come, Moses. Kom op, Mozes. I love the Bible more than my whole life. Ik hou meer van de Bijbel dan mijn hele leven. Sister Erika ook. God tells Moses. God zegt tegen Mozes. Come here, boy. Kom op, jongen. I told you I'm sending you. Ik zei dat ik jou zend. But I'm coming with you. Maar ik ga met je mee. Look at verse 10. Vers 10. Read it out loud. Come on, everybody. Met z'n allen, ja. Read it out loud. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. And in verse 11. En vers 11. Moses said unto God. Moses zei tegen God. Who am I? Wie ben ik? That I should go unto Pharaoh. Dat ik naar de farao zou gaan. That I should bring forth the children of Israel out of Egypt. En de Israëlieten uit Egypte zou leiden. What did God answer? Wat antwoordde God? Verse 12. Vers 12. Everybody read it out loud. Come. God zei, voorzeker, ik zal met je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. God said, God zegt, I will be with you. Ik zal met je zijn. You're not going alone. Je gaat niet alleen. I'm coming with my presence. Ik kom met mijn tegenwoordigheid. And he gave him a token. Hij gaf hem een teken. I have sent you. Ik heb je gezonden. When you brought forth the people of out of Egypt. Als jij het volk uit Egypte geleid hebt. You shall serve God right here. Zul je hier op deze plaats God dienen. In this area here. In dit gebied. On this mountain. Op deze berg. Beloved, we need a manifestation of the promise of deliverance in church. We hebben een manifestatie nodig van de belofte van bevrijding in de gemeente. I cannot touch the deliverance of your soul. Ik kan het nu niet hebben over de bevrijding van je ziel. Or demon power today. Of van demonen. And all kinds of other deliverances. En allerlei soorten bevrijding. But I gotta start with this one. Ik moet beginnen met deze. With God's power. Met Gods kracht. Going into Egypt. Die naar Egypte gaat. Where his people were bound as slaves. Waar zijn volk gebonden was als slaven. Oppressed. Onderdrukt. Afflicted. He, geslagen. Slavery mentality. Slavenmentaliteit. Yokes of the devil. Onder een juk van de duivel. Sorrows. He, pijn en moeite. The taskmasters whipping them. Ze werden geslagen door de slavendrijvers. God said it's enough. God zegt, nou is genoeg. I'm going to come now. Ik kom nu mee. It's enough of this. Nou is genoeg. It's enough. Genoeg is genoeg. I said it's enough. Ik zei, het is genoeg geweest. Enough. The promises are yes. De beloften zijn ja. And yes. En ja. And not yes and no. Niet ja en nee. The main verse here in Exodus 3:8. Hier het hoofdtekst, Exodus 3 vers 8. We see it says, what in Dutch, Antje? Read it for me quickly, please. Daar staat, God zegt, daarom ben ik neergekomen. Ah, yeah, look, wait right there. Everybody say that in your language, kwam. Zeg het even in je eigen taal. Daarom ben ik neergekomen. Say it again. Daarom ben ik neergekomen. God came down. God kwam daalde neer. God has a way to come down. God heeft zo zijn manier hoe hij neerkomt. That's his presence. Dat is zijn aanwezigheid. Falling down. Die valt. Upon a people. Over een volk. Upon the church. Over de gemeente. To deliver. Om te bevrijden.
Nobody says nothing now. Read it again, verse 8. Come. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. I said everybody, come. Oké, met z'n allen. Read it. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Mm. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van al die ieten. I come down. Ik ben neergekomen. Exodus 3, vers 8. I come down. Ik ben neergekomen. Mighty God. Machtige God. Mighty presence. Machtige aanwezigheid. Is coming down. Hij komt zelf. Mighty presence of God. De machtige aanwezigheid van God. Came down upon a drug addict. Kwam op een drugsverslaafde. Many years ago. Jaren geleden. And delivered him. En bevrijdde hem. God has a way. God heeft zo zijn manieren. To come down. Om neer te komen. When that happens. Wanneer dat gebeurt. All devil loses their power. Verliest elke duivel al zijn macht. Every clutch of Satan has to be broken. Alle klauwen van Satan moeten losgebroken worden. Stress. Stress. Oppression. Verdrukking. Slavery mentality. Die slavenmentaliteit. Mental diseases. Mentale ziekte. And all the plagues of this end time. En alle plagen van deze eindtijd. When God comes down. Als God neerdaalt. All has to be broken. Moet alles verbroken worden. Sleepless nights. Slapeloze nachten. Suicide. Zelfmoord. Deliverance. Bevrijding. I feel to mention 1 Timothy 4, 16 again. Ik wil nog een keer 1 Timotheus 4, vers 16 noemen. Paul told Timothy, Paulus zei tegen Timotheus. You're a man of God. Jij bent een man van God. Your grandmother and your mother gave you the word since you were a baby. Je oma en je moeder hebben je het woord gegeven van kleins af aan. You joined me while you were 16. Je ging met me mee toen je 16 was. And you traveled with me. Je bent met me meegereisd. You saw my life. En je hebt mijn leven kunnen zien. You heard my doctrine. Je hebt mijn leer gehoord. I gave you more teachings. Ik heb je nog meer onderwijs gegeven. Make sure now, Timothy. Nu moet je zorgen, Timotheus. That all the teachings you got. Dat de leer die je ontvangen hebt. Continue in them. Dat je daarin volhardt. That is our power. En dat is juist onze kracht. That what kept me free. Dat is de reden waarom ik vrij bleef. For 35 years. 35 jaar lang. That what gives me the boldness to preach like this. Dat is wat mij de vrijmoedigheid geeft om zo te kunnen preken. Because I'm not arrogant. Want ik ben niet arrogant. I am saved. Ik ben gered. There is no devil that can molest me and get away with it. Er is geen enkele duivel die het mij moeilijk kan maken en ermee wegkomt. You watch out when God said, I'm coming down. Let maar op, als God zegt, ik kom neer. Let him come down on your life. Laat hem neerdalen op jouw leven. Halleluja. Thank you. Peter the apostle tells us of a coming down of the spirit of glory and of God upon us. Petrus heeft het over hoe de geest van God en van heerlijkheid over ons komt. It starts in 1 Peter 4. Begint in 1 Petrus 4. Verse 12 to 14. Vers 12 tot 14. He said, count it not strange. Hij zei, je moet het niet vreemd vinden. Concerning all the fiery trial which is to try you. Al die vurige beproevingen die jou beproeven. But rejoice. Wees verheug je liever. For as much as you are partakers of Christ's sufferings. Want in hoeverre jij deel hebt aan het lijden van Christus. That when his glory shall be revealed. Dat wanneer zijn heerlijkheid geopenbaard zal worden. You may be glad. Je blij mag zijn. With exceeding joy. Met uitnemende vreugde. Then he said. En dan zegt hij. If you be reproached. Als je iemand je smaad wordt. Als jouw smaad, for the name of Christ. Smaad wordt aangedaan. Om de naam van Christus. Happy are you. Dan ben je zalig. For then the spirit of God. Want dan rust de geest van God. And the spirit of glory. En heerlijkheid. Has come down on your life. Op jouw leven. On the part of the world. Wat betreft de wereld. That spirit of glory and of God is blasphemed. Is die geest van God en de geest van heerlijkheid wordt gelasterd. But on your part. Maar wat jou betreft. He is glorified. Wordt hij verheerlijkt. That spirit of God. Die geest van God. And glory. En die heerlijkheid. Has to come down.
moet neerkomen. Die moet neerkomen over ons leven. Amen. He will deliver us. Hij zal ons bevrijden. From every bondage. Van elke gebondenheid. Every bit of oppression. Elk beetje verdrukking. Every devil that tries to molest our lives. Elke duivel die het ons moeilijk wil maken. The spirit of God. De geest van God. And the spirit of glory. De geest van heerlijkheid. Is much stronger than all devils. Zijn veel sterker dan alle duivels. Put your hands up and worship God here. Put your hands up and worship God. Come on, Sister Shirien, shout it out for me. Shout it out. Thank you. Dank u. I have to preach like this. I'm not going to seek no justification to do this. Ik ga me niet hiervoor rechtvaardigen hoor, do wat ik aan doen ben. Do we have the spirit of glory? Hebben wij die geest van heerlijkheid? And of God? En van God? Do you have him? Heb jij hem? Because when he comes, want wanneer hij komt, the spirit of God, de geest van God, the same spirit, dezelfde geest, that was on Jesus, die ook op Jezus was, the spirit of the Lord God is upon me, he said, de geest des Heer is op mij, zei hij, it's the same spirit, is diezelfde geest, but we need to suffer first, maar dan zullen we eerst moeten lijden, we need to suffer for Jesus, we moeten lijden voor Jezus, we need to take the reproaches, we moeten de smaad aannemen, that will come to us, die op je afkomen, if you be reproached, als jouw smaad wordt aangedaan, for the name of Christ, om de naam van Christus, happy are you, dan ben je gelukkig, for then the spirit of God, want dan, and of glory, rust de geest van God en van heerlijkheid, is resting on your life, op jouw leven. That word glory, dat woordje heerlijkheid, is a seminar in itself. Is een seminar op zich. The word glory, het woordje heerlijkheid, in the Hebrew, in het Hebreeuws, is kabod. Is kabod. It means all that God has. Dat betekent alles wat God heeft. All that God is. Alles wat God is. Is resting on your life. Rust op jouw leven. That glory, die heerlijkheid, is much stronger. Is veel sterker than all devils of Curaçao. Dan alle duivels van Curaçao. Devils of Holland. Alle duivels van Nederland. Devils of Suriname. En van Suriname. The Winti. De Winti. Huh. And all the black magic. Alle black magic. All the brewa. Alle brewa. Of Curaçao. Van Curaçao. He's much stronger than all. Hij is veel sterker dan allemaal. Do you want God? Wil jij dat God to release the promise, de belofte geeft of deliverance, van bevrijding on your life, in jouw leven? Ooh, nobody says nothing anymore. It's only 12 o'clock. Go with me to Genesis 11 quickly. Kijk maar even in Genesis 11. Nobody wants to say nothing. Niemand wil nog iets zeggen. You see, this is a force, you got to preach like this. Dit is een macht, hè? Een geweld, dat moet je zo preken. I cannot whisper it. Dit kan ik niet fluisteren. When you look at the Exodus 3 when God comes down. Als je kijkt naar Exodus 3 waar God neerdaalt. He's coming down. Hij komt neer. As the deliverer. Als de bevrijder. The source of deliverance. De bron van bevrijding. Is God. Dat is God. Deliverance. Bevrijding. Comes from God. Komt van God. Here in Genesis 11 is at the Tower of Babel. Hier in Genesis 11, dat is de toren van Babel. I think it's the whole earth had one language. De hele aarde had één taal. One speech. En dan eendere woorden. I'm going to go down until verse 7. It came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar and they dwelt there. Quickly, Hans. Ze gingen naar, toen ze naar het oosten trokken, daar kwamen ze vonden ze een land, Sinear, en daar gingen ze wonen. Then they told one another, come, let us make bricks and bake them thoroughly. They had brick for stone and they had asphalt for mortar. Ze zeiden tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hen tot steen en het asfalt diende hun tot leem. And they said, come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves,
lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. En ze zeiden, kom, laten we voor onze stad bouwen een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden we over de hele aarde verspreid. To be honest with you, these people were more united than many Christians in church. Eerlijk gezegd waren deze mensen meer één dan, dan de christenen in de kerk. They were so united to build the tower to go up there. Ze waren zo eendrachtig bezig om die tower, om die toren te bouwen tot in de hemel. More united than many Christians are united. Ze waren veel meer verenigd dan veel christenen. But that's not my message. Maar dat is nu niet de boodschap. Aha. So they turned into devils. Dus ze werden duivels. That's what they did. They turned into devils. Ze veranderden in duivels. And God wanted to demonstrate his power against it. God wilde zijn kracht daartegen laten zien. So we read in verse 5. In vers 5 lezen we. But the Lord came down. My emphasis please. Toen daalde de Heere neer. Dat is de nadruk. Toen daalde de Heere neer. Very important. Heel belangrijk. In this message. In deze boodschap. Toen daalde de Heer neer. Then the Lord came down. He came down. Hij daalde neer. Not to play with these devils. Niet om te spelen met die duivels. He came to see the city. Hij kwam de stad bezien. And the tower the sons of men had built. En de toren die de mensen gemaakt Verse 6. The Lord said. Indeed, the people are one. See, and they have all one language. And this is what they begin to do. Now, nothing that they propose to do will be withheld from them. Zie, ze vormen één volk en ze hebben alle één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. Nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Dit is pas het begin van wat ze zullen doen. Look at verse 7. Vers 7. Read it out loud, congregation, please. 1, 2, 3, go. Kom, laten wij neerdalen. Laten wij hun taal daar verwarren. Zodat ze geen van elkaar, van alle elkaars taal zullen begrijpen. Come, God, the Godhead. De Godheid. Father, Son and Holy Ghost. Vader, Zoon, Heilige Geest. One in thought. Eén van denken. One in purpose. Eén van doel. One in action. Eén in daden. Come, let us. Kom, laten wij. The Godhead. De Godheid. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Comes into action. Komt in actie. Against sin. Tegen de zonde. Ha. His presence. Zijn aanwezigheid. To stop the sin. Om die zonde te laten stoppen. Let us go down, it says. Er staat, laten we neerdalen. And they confuse their language. En ze brengen verwarring in hun taal. That they may not understand one another's speech. Opdat ze elkaar niet meer konden begrijpen. God did that. God deed dat. To punish. Om te straffen. His presence came. Zijn aanwezigheid kwam. Then we look at Genesis 18. Dan kijken we naar Genesis 18. I'm just giving you some hints. Geef je wat hints. Of what God can do with his presence. Over wat God kan doen met zijn aanwezigheid. It says in verse 20. In vers 20. This is in the time of sin again. Dit is weer in die tijd van zonde. And the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great. And because their sin is very grave. Verder zei de Heer, de roep van Sodom en Gomorra is groot vanwege hun zonde. En hun zonde is heel zwaar. What did God say in verse 21? Wat zei God in vers 21? Say it to me, please. Ik zal nu afdalen. Ah ja, wait right there. I will go down. Ik zal nu afdalen. You watch out when God says that. Let maar op wanneer God dat zegt. It is God the Father. Het is God de Vader. God the Son. God de Zoon. God the Holy Ghost. God de Heilige Geest. In action. In actie. In the sins of Sodom and Gomorrah. Met de zonde van Sodom en Gomorra. Which we are seeing manifested even here in Holland. Die zien we ook nu hier in Nederland openbaar worden. Holland has Sodom and Gomorrah already. Nederland heeft al lang Sodom en Gomorra. Noord-Amerika the same. Noord-Amerika hetzelfde. Sodom and Gomorrah is already here. Sodom en Gomorra is al hier. The days of Noah is already here. De dagen van Noach zijn al hier. The days of Lot. De dagen van Lot. Already here. Zijn al hier. I see people with tattoos. Ik zie mensen met tatoeages. From here to here. Van hier tot hier. When they're already Christians. Terwijl ze al christen zijn. Piercing in the tongue. Piercing in de tong. And lead worship in a church. En ze leiden de aanbidding in een kerk.
Rap is in the church. Rap is in de kerk. How dare you put that in the church? Hoe durf je dat daarmee in de kerk aan te komen? We might as well put the marijuana also in the church. Laten we ook met de marijuana komen. And let everybody puff up marijuana and then let the preacher preach maybe. Laten we lekker marijuana puffen en dan komt misschien de prediker nog. When I was a boy growing up, toen ik als jongetje opgroeide, I put this tattoo on my arm. Heb ik mezelf getatoeëerd. My uncle who raised me almost killed me. Mijn oom, door wie ik opgevoed ben, die maakte me bijna af. He was a mechanic. Hij was een monteur. He had hands full of chaos. Hij had handen vol eelt. He hit me one. Als hij me één knal he gaf. He hit me one when he saw this. Hij gaf me er eentje toen hij dat zag. And I ran. En ik rende weg. He said, you can run. Hij zei, je kunt wel rennen. But it's not finished. Maar ik ben nog niet klaar. There is more coming. Er komt meer. I tattooed two girls next to my grandmother's house where I lived. Ik hielp twee meisjes vlak bij me in de buurt. Die gaf ik ook een tatoeage. They asked me to tattoo their arm. Ze vroegen of ik ook op hun arm een tatoeage wilde. I said, come, let's do it. En ze zei, kom op. Bam. They went inside the house. Ze gingen naar binnen. Their brothers. Hun broers. Start to beat them up. Ze kregen een pak slaag van hun broers. Because in those days, want in die tijd, if you put a tattoo on your body, als je in die tijd een tatoeage had, you were saying, I am a whore. Zei eigenlijk daarmee, ik ben een hoer. Nobody wants this. Niemand wil het horen. Nobody wants this preaching. You hear that? And now the tattoo is like normal. En nu is een tatoeage alsof het iets normaals is. You put on your TV, you want to watch something decent, they come up with Parship. Je doet je tv aan, je wil naar iets fatsoenlijks kijken, dan komen de reclames van Parship. Then you see two girls kissing. En je ziet twee vrouwen kussen. Broad daylight. Op klaarlichte dag. When your children should supposed to be watching a kinderuurtje. Terwijl je kinderen een kinderuurtje zouden moeten kunnen zien. They put these things in front of our kids. Ze zetten die dingen voor onze kinderen. Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra. Is in Holland already. Is hier al lang. Moral downfall. Een morele val. Is happening already. Begint nu, is al lang begonnen. And a lot of preachers are pleasing them. En veel predikers behagen die mensen. And say now it's only love we got to preach. Zegt, nee, je moet nu is het alleen nog maar liefde wat je moet prediken. You don't need no love, you need deliverance. Je hebt geen liefde nodig, je hebt bevrijding nodig. It says in Genesis 18 verse 21. In Genesis 18 vers 21 staat. God said, I will go down. God zegt, ik zal nu afdalen. And now and see whether they have done altogether according to the outcry against it hath come to me. And if not, I will know. En zien of ze werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. Zo niet, dan zal ik het weten. Then verse 22 says. Vers 22. Then the men turned away from there. And went towards Sodom, but Abraham stood before the Lord to cry out to God. Toen keerden die mannen van daar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer om te roepen tot God. That's a whole message right there. Dat is weer een hele boodschap. But a manifestation of God came there. Maar daar kwam een manifestatie van God. In the midst of all the sin. Te midden van al die zonden. God comes down. Daalt God neer. To deliver those who want to get out of the sin. Om diegenen te bevrijden die uit de zonde willen komen. But also to bring judgment. Maar ook om met zijn oordeel te on komen. On the wicked. Over de goddelozen. That insist to continue in their wickedness. Die gewoon willen doorgaan met hun goddeloosheid. And that's why Abraham was the only man that could stand before God. Daar was Abraham de enige die voor God kon staan. And cry out to God. En kon roepen tot God. Not to destroy the righteous. Dat hij de rechtvaardigen niet zou vernietigen. In the land. In dat land. Only Abraham could stand before God. Abraham was de enige die voor God kon staan. Of all the multitude of people there. Van die menigte mensen daar. We need to acknowledge. Wij moeten erkennen. The faithfulness of God. Hoe trouw God is. In our churches. In onze kerken. We need to remember the message of the apostle Paul. We moeten ons de boodschap van de apostel Paulus herinneren. Where he and others preached the promises. Waar hij en de anderen die belofte gebreekt hebben. They preached the faithfulness of God. Ze preekten hoe trouw God is. They said it was never yes and no. En zij zeiden, het is nooit ja en nee geweest. But always yes and yes. Maar altijd ja en ja.
For Paul said, wat Paulus zei, of all the thousands of promises that God has, zoveel die duizenden beloften die God heeft, every one of them, elk van die beloften is yes, is ja, and yes, en ja, and not yes and no, niet ja en nee. Every one of them, elk van die beloften is given to the faithful Christian, worden zijn gegeven aan de trouwe christenen. And today it's about deliverance. Vandaag gaat het over bevrijding. That God manifested his faithfulness to his people Israel. Dat God zijn trouw bewees aan zijn volk Israël. By the promise of deliverance. Door de belofte van bevrijding. And he is the source. Hij is de bron of deliverance. Van bevrijding. Deliverance comes from God. Bevrijding komt van God. And there are a lot of people need deliverance today. Er zijn veel mensen vandaag die bevrijding nodig hebben. Uh-huh. I remind you again. Ik wil jullie weer aan helpen herinneren. On Timothy. Aan Timotheus. That is 1 Timothy 4. 1 Timotheus 4. 16. Vers 16. Actually, it starts from verse 12. Eigenlijk begint het al in vers 12. You should know this. Dat moet je weten. All of you. Allemaal. I have dealt with this here. Ik heb het hier over gehad. That Paul told Timothy, make sure your entire life. Wat Paulus tegen Timotheus zei, zorg dat je hele leven is an example. Een voorbeeld is. To everybody who sees your life. Voor iedereen die jouw leven kan zien. It has to be in your word. Het moet in je woorden zijn. It has to be in your behavior. In je gedrag moet het te zien zijn. In your faith. In je geloof. In your purity. In je reinheid. In your words. In je woorden. And then he tells them, give all your attention. Dan zegt hij, geef al je aandacht. The reading. Aan het lezen. The word of God. Het woord van God lezen. The preaching it. En het te preken. And to bring the doctrines to the church. En dat je de leerstellingen in de gemeente brengt. Then he tells him in 1 Timothy 4. Dan zegt hij tegen hem in 1 Timotheus 4. 15 verse. Vers 15. Hallo. That your progress. Dat jouw vorderingen. May be seen. By all men. Door iedereen gezien kan worden. A man of God. Een man van God. A pastor. Een herder. A minister. Een dienstknecht. That takes the pulpit. Die de kansel neemt. We don't know what it is. We weten niet wat het is. Because we have been sitting around with comedians. Omdat wij vaak bij comedianten gezeten hebben. People who never pull up the holiness of God. Mensen die nooit de heiligheid van God optrekken. Making jokes. Ze maken alleen maar grappen. Preaching brinta. Preken alleen maar brinta. Paul told Timothy. Paulus zei tegen Timotheus. Make sure your life. Je moet zorgen dat jouw leven. Is progressing. Vorderingen maakt. Your progress has to be seen by all men. Alle mensen moeten jouw vorderingen kunnen zien. In other words, met andere woorden. They got to say, ze moeten kunnen zeggen. Wow. You have been growing. Hey, jij bent gegroeid. Wow. You have grown, Mr. Jij, Davis. Meneer Davis, je bent gegroeid. You have grown, Pastor Timothy. Pastor Timothy, je bent gegroeid. And amongst the believers. En onder de gelovigen. You are supposed to be growing constantly. Jullie horen ook constant te blijven groeien. You are responsible for that. Daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Look how much word you are getting. Kijk hoeveel woord je krijgt. Look at the Bible you got. Kijk naar de Bijbel die je hebt. Filled with all the promises. Vol met al die beloften. And look, I repeat that passage to you already 3 times. Ik heb die passage al 3 keer herhaald. In the life of Timothy. In het leven van Timotheus. That your progress. Dat jouw vorderingen. May be seen by all men. Dat alle mensen dat kunnen zien. How do you do it, Timothy? Hoe doe je dat, Timotheus? You gotta back up to verse 12. Moet je terugkijken in vers 12. Let your life be such a life. Je moet zo'n leven leiden. That it can be copied. Dat na te volgen is. That it can be copied. You're an example. Dat je het kunt kopiëren. Je kunt hem nadoen, want jij bent een voorbeeld. Your marriage is an example. Je huwelijk is een voorbeeld. Your entire life. Je hele leven. With all your weaknesses. Met al je zwakheden. Can be copied. Maar je kunt jou nadoen. Paul said, imitate me. Paulus zei, imiteer mij. And those who walk as I. En zij die wandelen net als ik. As you have us for a pattern. Je hebt ons als een voorbeeld. You are responsible. Jij bent verantwoordelijk. For your freedom.
Voor jouw vrijheid. Paul told Timothy. Paulus zei tegen Timotheus. Take heed to your life. He, sla acht op je eigen leven. I'm bringing it again. Ik breng het nog een keer. It's repeated by the Holy Spirit. Het wordt herhaald door de Heilige Geest. Take heed. Sla acht. To your personality. Op jezelf, je persoonlijkheid. Your private life. Je privéleven. And all the teachings of that Bible. En alle onderwijs in deze Bijbel. Not even talking about all the teaching you get in church. En ik heb het nog niet eens over al het onderwijs wat je in de kerk ontvangt. It's talking about the Bible. Ik heb het over de Bijbel. You have one. Je hebt een Bijbel. Are you reading it properly? Lees je het ook goed? Yeah, are you filling your heart with it? Vul jij je hart daarmee? Then your progress will be seen by all men. Dan zullen je vorderingen door iedereen te zien zijn. And when I talk about freedom. En als ik het heb over vrijheid. And being saved. En gered zijn. And deliverance. En bevrijding. You will say. Dan zul je zeggen. I'm free already, Lord. Heer, ik ben al vrij. How many can say that here? Wie kan dat hier zeggen? He saved Timothy. Hij redde Timotheus. But Timothy has to continue. Ah. In the teachings. Maar Timotheus moest nog steeds bij de leer blijven. And when he did that. Als hij dat deed. He saved himself. Dan had hij zichzelf gered. And then those who hear him. En dan degene die hem horen. Oh, what a beautiful thing that is. Dat is zo mooi. That when you walk up to people with your life, dat als jij bij mensen komt met je leven, you can reach out to them. Dan kun je naar ze uitstrekken. Without feeling, oh, I can't say this. En zonder dat je het gevoel hebt, ja, maar dit kan ik eigenlijk niet zeggen. I can't say this. Ik kan dat niet zeggen. Because I'm doing it also. Want ik doe het zelf ook. I can't say this. Dat kan ik niet zeggen. That's not the ministry. Dat is niet de bediening. You gotta be free. Je moet vrij zijn. To set others free. Om anderen ook vrij te maken. David cried out in Psalm 51. David riep het uit in Psalm 51. After he sinned. Toen hij gezondigd had. And he cried out for all the cleansing in that chapter. In dat hoofdstuk dan roept hij het uit om maar gereinigd te worden. After all the purging. He, na al die reiniging en plantering. Restoration. En herstel. And he got back the joy of his salvation. En hij de vreugde van zijn redding weer terugkreeg. And he was whiter than snow. Toen hij weer witter dan sneeuw was. Then he said in verse 13. Toen zei hij in vers 15. Then I will teach sinners. Then I will teach transgressors your ways. Hij zegt, dan zal ik zondaar of overtreders uw wegen leren. And sinners will be converted unto you. En zullen zondaren zich tot u bekeren. Only then. Alleen dan. When you are cleansed. Dan pas, wanneer je zelf gereinigd bent. When you are purged. Wanneer jij gelouterd bent. When the blood of Jesus made you white like snow. Wanneer het bloed van Jezus jou witter als sneeuw gemaakt heeft. When you cry out to God. Wanneer jij tot God roept. Cast me not away from your presence, Lord. Werp mij niet weg van uw aanwezigheid, and Heer. And take not your Holy Spirit from me. En neem uw Heilige Geest niet van me weg. Against you and you only have I sinned and done this evil in your sight. En u alleen heb ik gezonden en dit kwaad gedaan voor uw aangezicht. That you may be justified. Dat u gerechtvaardigd bent. That you will point out my sin. U wijst mijn zonde aan. I sinned against you. Ik heb tegen u gezondigd. Come and purge me. Kom, reinig mij. Then. Dan. I will teach sinners your ways. Dan zal ik zondaren uw wegen leren. Or the opposite. Of het tegenovergestelde. And I will teach transgressors your ways. En zal ik overtreders uw wegen leren. And sinners. En zullen zondaren. Will be converted unto you. Zich tot u bekeren. There is a problem in our churches. Er is een probleem in onze kerken. There is a need of deliverance. Er is bevrijding nodig. Where man has to be set free. Waar mensen vrijgemaakt moeten worden. From many things of their past. Van heel veel dingen uit hun verleden. That still comes up in their lives. Wat in hun leven nog steeds naar boven komt. Maybe not here. Misschien niet hier. But I'm talking to some who will hear this. Maar ik heb het tegen sommigen die het misschien hebben. Think about that. Denk maar eens over na. Think about how God comes down. Denk aan hoe God neerdaalt. I'm going to look at Exodus 3, verse 7 and 8 one more time, please. Ik ga nog kijken naar Exodus 3, vers 7 en 8. Please, quickly. God said, God zei, I have seen the oppression of my people who are in Egypt.
Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. I heard their cry. Ik heb hun geschreeuw gehoord. Because of their taskmasters. Vanwege hun slavendrijvers. And I know their sorrows. En ik ken hun leed. And then God says. En dan zegt God. Verse 8. This is the main thing. Dit is de hoofdzaak. I have come down. Ik ben neergekomen. That talks about his manifestation of his presence. Dat is de manifestatie van zijn aanwezigheid. Coming down. Hoe hij komt. To do what? Om wat te doen? To deliver Israel. Om Israël te redden. Out of the hands of the Egyptians. Uit de hand van de Egyptenaren. Out of their hands. Uit hun hand. There is a psalm. Er is een psalm. Please do not turn to it, Hans. Oh, zoek het niet op. Don't do this. It says in Psalm 107. In Psalm 107 staat. Let the redeemed of the Lord say so. In het Engels staat, laat de verloste des Heren zo spreken. Who he has redeemed. Die hij verlost heeft. Out of the hands of the wicked. Uit de hand van de boze. We need to be completely out. Wij moeten er helemaal uit zijn. Of the hands of the wicked. Uit de hand van de boze. That's redemption. Dat is verlossing. Redemption means. Vrijgekocht zijn. God bought you. Betekent dat God jou gekocht heeft. Out of slavery. Uit de slavernij. Out of bondage. Uit de gebondenheid. He set you free. Heeft je vrijgemaakt. Out of the hands of the wicked. Uit de hand van de boze. Completely out. Je bent er helemaal uit. You are not in there no more. Je bent daar niet meer in. We read in John 10. In Johannes 10 lezen we. Verse 28 and 29. Vers 28 en 29. That Jesus has us in his hand. Dat Jezus ons in zijn hand heeft. And he said, no one can pluck them out of my hand. Hij zegt, niemand kan ze uit mijn hand drukken. No devil. Geen enkele duivel. When you really follow the Lord. Als je de Heer werkelijk volgt. Like John 10, 27. Zoals Johannes 10, vers 27. You hear his voice. Je hoort zijn stem. You follow him. Je volgt hem. In obedience. In gehoorzaamheid. You know what's happening, Tantilona? Weet je wat er dan gebeurt? You are literally jumping into his hand. Je bent dan, op dat moment ben je letterlijk in zijn hand gesprongen. Do you want to see it in John 10? Wil je dat zien, Johannes 10? Look at it. Kijk maar. Look at it. Kijk maar even. I'm preaching better than you respond. John 10, 27 to 29. Watch this. Vers 27 en 28. Johannes 10. You talk about deliverance, my goodness. Als je het hebt over bevrijding. I also said in these messages of the promises of God. Ik heb ook gezegd in deze boodschap over de belofte van God. That every promise in the Bible. Dat elke belofte in de Bijbel. For them to be fulfilled in our lives. Als we die vervuld willen zien in ons leven. It takes our obedience. Zullen we moeten gehoorzamen. Our faithfulness. En wij moeten trouw zijn. To God. Aan God. Will make him to fulfill the promise. Want dat maakt dat hij die belofte kan vervullen. Can you please read John 10, 27 and in Dutch quickly? Johannes 10, vers 27. Mijn schapen. My sheep. Die horen mijn stem. They hear my voice. Mijn stem. My voice. Ze horen mijn stem. The voice of Jesus. De stem van Jezus. Not the voice of Stephen Furtick. Niet de stem van Stephen Furtick. Or Joseph Prince. Of Joseph Prince. Pay attention here, please. In the word, this is holy ground. Dit is heilige grond. We are dealing with God's word here. We hebben het over Gods woord, hè? Dit is leven. Read John 10, 27 one more time for me. Mijn schapen horen mijn stem. Everybody read it, please. Allemaal, ja. Mijn schapen horen mijn stem. En okay. Ik ken ze en zij volgen mij. Okay. Do you think I am too rough to tell you to read so many scriptures? Denk je dat ik te hard ben dat ik je zoveel teksten laat lezen? Don't you think it's even good? Denk je niet dat dat goed is? That you read it? Dat je het zelf ook leest? Uh-huh. I heard somebody say, Pastor Vernon, I like the way you drill the people. Ik hoorde iemand zeggen, hè? Die vond fijn dat Vernon, het is fijn hoe je de mensen drilt. I do drill. Ik drill ook. It's about time the church gets some drilling. Voor tijd dat de kerk een beetje gedrild wordt. Instead of the devil messing up people's lives. In plaats van de duivel je kapot maakt. John 10, 27, one more time, please. One, two, three, go. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. That's you.
Dat ben jij. You have to hear his voice. Jij moet zijn stem horen. Fine-tuned. Goed afgestemd. And they follow me. En ze volgen mij. That word follow. Dat woordje volgen. Is so important. Is heel belangrijk. It means you run after Jesus. Dat betekent dat je achter Jezus aanrent. Not behind him. Niet achter hem aanhobbelt. You run to his side. Je rent en je gaat met hem mee, zij aan zij. You don't want to be behind him. Je wilt niet alleen achter hem aanhobbelen. You want to run and be at his side. Je wilt aan zijn zijde zijn, samen met hem. You want to identify with him. Je wilt je met hem kunnen identificeren. You want to tell him, je wilt tegen hem zeggen, Master, meester, I'm not above you. Ik sta niet boven u. If they hated you, als ze u gehaat hebben, they're gonna hate me. Zullen ze mij ook haten. If they persecuted you, als ze u vervolgd hebben, they're gonna persecute me. Zullen ze mij ook vervolgen. If they call you Beelzebub, als ze u Beelzebub noemen, I am Beelzebub. Noemen ze mij ook zo. Think about how many Christians don't do that. Denk aan hoeveel christenen dat niet doen. They just want to go for the ride to heaven. Ze willen meerijden, meeliften naar de hemel. And then een biertje erbij. Een biertje erbij. Een wijntje erbij. Some beer and wine. Een kerstboompje erbij. A Christmas tree. En een Father Christmas erbij. Kerstman er ook nog mee, die mag ook mee. And then they go to the shopping mall. Dan gaan ze naar het winkelcentrum. To see the Father Christmas. Om bij de kerstman te kijken. And they put their child in the lap of the Father Christmas. En zetten ze hun kind op school bij de kerstman. And they believe the Father Christmas comes through the chimney. En ze geloven dat de kerstman door de schoorsteen komt. And he drops the cadeautjes. En legt de cadeautjes neer. And the Father Christmas is everywhere. De kerstman is overal. He's all over the world. Over de hele wereld. And then the church goes out on the street. En dan gaat de kerk de straat op. All dressed up like Father Christmas. Ook allemaal gekleed als de kerstman. And they're going to sing carols at the side of the street. En dan gaan ze kerstliederen zingen. Carols. Kerstliedjes. Hey! Hey! My sheep. Mijn schapen. Hear my voice. Horen mijn stem. And they follow me. En ze volgen mij. And I illustrate it like this. Ik illustreer het zo. When you listen to the voice of Jesus. Als jij luistert naar de stem van Jezus. His teachings. Zijn leer. In here. Hierin. And you work on them. En je gaat ermee aan de slag. Then you are his. Dan ben je van hem. Then you are really a follower of the Lord. Dan ben je een volgeling van de Heer. And you know what happens then? Weet je wat er dan gebeurt? Watch verse 28. Vers 28, kijk maar. Let me show it to you like this. Come, look, ik zal het zo laten zien, kijk maar. Look at verse 28, but look at me now. Kijk vers 28, maar kijk ook even naar mij. You literally jump into the hands of Jesus. Dan spring je letterlijk in de hand van Jezus. Read verse 28, read it, read it, read it, read it. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. You literally jump into his hand. Je springt letterlijk in zijn hand. For eternal life. Voor eeuwig leven. And no one can snatch you out of his hands. Niemand kan je uit zijn hand rukken. But you got to obey his voice. Maar dan moet je wel luisteren naar zijn stem. You got to follow him. Dan moet je hem wel volgen. And no one else. And nothing else. En niks en niemand anders volgen. Then you jump into his hands. Dan spring je in zijn hand. Into eternal life. In het eeuwig leven. You get in his hand. Je komt in zijn hand. And all the devil can do is see you how blessed you are. Het enige wat de duivel kan doen is zien hoe gezegend jij bent. And how protected you are. En hoe jij beschermd wordt. How free you are. Hoe vrij jij bent. And you're not in the snare of the devil. Jij zit niet in die strik van de duivel. I have preached here. Ik heb hier gepreekt. On 2 Timothy 2. Over 2 Timotheus 2. Verse 24. Vers 24. To 26. Tot 26. Many times. Vaak. What does it say? Wat staat er ook alweer? It says this. Daar staat. The minister of God. Een dienstknecht van God. Must be patient. Moet geduldig zijn. Able to teach. Hij moet bekwaam zijn om te onderwijzen. Teaching the people. Hij moet de mensen kunnen onderwijzen. Even those who are opposing themselves. Ook degene die dwars liggen tegen zichzelf. If perhaps. Dat ze misschien.
God will give them repentance. En het geeft dat ze tot bekering komen. And to come to the knowledge of the truth. En tot erkentenis van de waarheid komen. That perhaps. Dat ze misschien. And that they may recover themselves. En dat zij zichzelf kunnen losmaken. That they may deliver themselves. Dat ze zichzelf kunnen bevrijden. Out of the snare. Uit die strik of the devil, van de duivel. Who has held them captive, die hen gevangen hield. To do his will, om zijn wil te doen. Instead of the will of God. In plaats van de wil van God. Did you ever read that in your ooit Bible? Gelezen in je Bijbel? Did you ever hear me preach about it? Moet je daar ooit over horen preken? 2 Timothy 2. 2 Timotheus 2. Verse 24. Vers 24. To 26. Tot 26. The servant of God. Een dienstknecht van God. Must be patient. I'm doing my best in that, Marlon. Moet geduldig zijn. Daar doe ik mijn best voor. I'm doing my best. Ik doe mijn best. He able to teach. Moet bekwaam zijn om te onderwijzen. He must be teaching those in the church. Hij moet leren onderwijzen, degene die in de kerk zijn. That are opposing themselves. Die zich verzetten of dwars liggen. This is King James Bible, hè? They are opposing themselves by the way they deal with the word that they're hearing. Ze verzetten zich door de manier waarop ze met het woord omgaan dat ze horen. And Paul said. Paulus zei. That peradventure they come to repentance. Dat ze misschien eens tot bekering komen. And to the acknowledgement of the truth. En tot erkenning van de waarheid. Then he ends the passage. Dan eindigt hij dat gedeelte. Verse 26. 26. It's right there in your Bible. Staat ook in jouw Bijbel. That they may recover themselves. Dat zij kunnen ontsnappen of zelf kunnen losmaken. Out of the snare of the devil. Uit de strik van de duivel. Who has held them captive. Die hen gevangen hield. To do his will. Om zijn wil te doen. Instead of the will of God. In plaats van de wil van God. That's my aim, Tante Shirian. Dat is mijn punt. People are opposing themselves many times. Mensen liggen vaak dwars tegen zichzelf. Because of the word that they get. Om het woord dat ze ontvangen. They dump it. Dat dumpen ze. And they're going to stay in the snare of the devil. En zo blijven ze, daardoor blijven ze in de strik van de duivel. They are opposing themselves. Want ze liggen dwars. Another translation says, in een andere vertaling staat, of verse 26, vers 26, that they may come to their senses, dat ze ontwaken, dus dat ze bij zinnen komen, and get themselves out of the snare of the devil, en zorgen dat ze uit die strik van de duivel komen, who has held them captive, wie ze gevangen waren, to do his will, om zijn wil te doen, instead of the will of God, in plaats van de wil van God. This goes together, dat gaat samen, with the promise of God, met de belofte van God, of deliverance, van bevrijding. And John 10. Johannes 10. We're going to look now at verse 28. Vers 28. Everybody read it out loud, please. Allemaal hardop. 1, 2, 3, go read. Ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. There in verse 28. In vers 28. Jesus said. Zegt Jezus. We jump into his hand. We springen in zijn hand. As we follow him. Wanneer we hem volgen. As we hear his voice. En zijn stem horen. As we obey him. En hem gehoorzamen. We jump into his hand. Zo dan springen we in zijn hand. And no one can pluck us out of his hand. Er kan niemand ons uit zijn hand rukken. Now in verse 29. 28, sorry. Is it 28 or 29? Now then comes, that was 28. Okay, 29, sorry. Vers 29. Now he says the Father. Mijn vader, zegt hij. Who is greater than I. Die groter is dan ik. You watch out now. God the Father is involved now. Nou moet je opletten. Nou komt de vader er ook nog bij. He also has them in his hand. Heeft hen ook in zijn hand. And no one. En niemand. Can snatch them out of my father's hand. Kan ze uit de hand van mijn vader rukken. That's a promise. Dat is een belofte. Of deliverance. Van bevrijding. Of safety. Van veiligheid. Protection. Bescherming. Unto eternal life. Tot eeuwig leven. Where did it start? Waar begon dat? John 10:27. Johannes 10 vers 27. My sheep. Mijn schapen. Christians. Christenen. Hear my voice. Die horen mijn stem. They follow me. Die volgen mij. And they jump into my hand. En springen in mijn hand. And they jump into the Father's hand. En springen in de hand van mijn vader. Tell me which devil can touch you there.
Wil je mij komen vertellen, welke duivel kan daar nog aan je komen? People are tired here, Angela. Let them stand up and close this thing today. Stand up. Ga maar staan, we gaan afsluiten. You can't fool me, you're tired. Stand up. Ga maar staan, alsjeblieft. Stand up for a moment. Laten we gaan staan. Stand up for a moment, let me close this thing. Even staan. Let me close this thing till next week, God willing. Let's continue next week. We kunnen volgende week weer verder gaan. Let's continue next week. All this. Dit alles. Has been given to you today. Is gegeven aan jullie vandaag. What are we going to do with it? Maar wat gaan we ermee doen? Let's turn to 2 Timothy 2. Laten we kijken in 2 Timotheus 2. I quoted it to you, now you turn and look at it. Ik heb het al geciteerd, dus nu mag je het zelf even opzoeken. And I'm going to turn to it in my Bible. Ik kijk er ook naar in mijn Bijbel. And close the message with this. En ik sluit hiermee de boodschap af. And I hope it's clear. Ik hoop dat het duidelijk is. That God wants to deliver us. Dat God ons wil bevrijden. Out of all the powers of the enemy. Van alle macht van de vijand. He did it for Israel. Dat heeft hij gedaan voor Israël. Way back in the book of Exodus. Al in het boek Exodus. So I challenge you. Dus ik wil je uitdagen. To read chapter 3. Hoofdstuk 3 te lezen. Until 13. Tot 13. At least. Tenminste. And you will see how God operates there. Dan kun je zien hoe God daar werkt. To deliver Israel. En Israël bevrijdt. Now I got to close with 2 Timothy 2. Nu wil ik afsluiten met 2 Timotheus 2. And you're going to determine whether you're free or not. En dan kun je zelf bepalen of jij vrij bent of niet. If you want to pay the price to live a free life. Of je de prijs ervoor wil betalen waardoor je een vrij leven kunt hebben. So that you won't have no suicidal thoughts. Zodat jij geen gedachten van zelfmoord hebt. No oppression. Of het gevoel dat je onderdrukt wordt. No bondage. Dat jij niet meer gebonden bent. No bondage of the past. En ook niet gebonden door het verleden. No wounds and hurts and traumas of the past. Geen wonden, pijn en trauma's meer uit het verleden. I'm looking at 2 Timothy chapter 2. Ik kijk naar 2 Timotheus 2. Verse 24. Vers 24. I am sure this verse has been taught so many times in Voice to the Nations. Ik weet zeker dat dit vers heel vaak onderwezen is in Voice to the Nations. This passage right here. Look what it says about the servant of God. Kijk wat hier gezegd wordt over de dienstknecht van de Heer. And that's what I am. Dat ben ik ook. And he's talking to Timothy. Hij heeft het tegen Timotheus. He's not talking to church members here. Hij heeft het hier niet tegen de gemeenteleden. He's talking to the man of God. Hij heeft het tegen de man van God. The one who preaches and teaches the word. Degene die het woord onderwijst en predikt. The one who is responsible to build up the church with God's word. Degene die er verantwoordelijk voor is de gemeente te bouwen met het woord van God. He's speaking on the responsibility that hangs on the life of a spiritual leader. Hij heeft het hier over de verantwoordelijkheid die een geestelijk leider boven het hoofd hangt. In the midst of all the wrong things. Te midden van alle valse dingen. In the midst of the words like cancer. Te midden van de woorden die als kanker rondgaan. In verse 17. Vers 17. The teachings of Hymenaeus and Philetus Wendell. Wat Hymenaeus en Philetus onderwezen. That was spreading in the church. Dat zich verspreidde in de kerk. Like cancer. Als kanker. Timothy had to deal with that. Timotheus moest daarmee afrekenen. They were opposing themselves in the church. Want die lagen dwars tegen zichzelf in de kerk. They decided to bring a teaching in the church. Ze besloten met een leer in de kerk te komen. The resurrection is already passed. Alsof de opstanding al gebeurd was. They were spreading it in the church. En dat verspreidden ze in de kerk. And that was spreading like cancer. En dat verspreidde zich als de kanker. And Paul told Timothy, Paulus zei tegen Timotheus, this has to get out. Dat moet eruit. You gotta purge the church. Je moet de gemeente reinigen. Verse 20, 21 and 22. 20 tot 22. Ja. Yeah. And now he ends the chapter. En nu eindigt hij het hoofdstuk. In verse 24. Vers 24. The servant of the Lord. De dienstknecht van de Heer. Must not strive. Moet geen ruzie maken. But be gentle. I'm doing my best in that, Marlon. Maar vriendelijk zijn. Ik doe mijn best ervoor. I'm really doing my best to be gentle. Ik doe mijn best. But you can't be gentle to the devil. Je kunt niet vriendelijk tegen de duivel zijn. Hallo. You cannot be gentle to Satan. Je kunt niet vriendelijk zijn tegen Satan. And his works. En zijn werken. You're gentle to human beings. Je moet vriendelijk zijn tegen mensen. But not to sin and the devil. Niet tegen zonde en tegen de duivel. And the servant of God.
En de dienstknecht van God. Must not strive. Geen ruzie maken. But be gentle unto all men. Maar vriendelijk zijn voor allen. Able to teach the word of God. Hij moet bekwaam zijn om het woord van God te onderwijzen. Teaching the word. Het woord onderwijzen. Is one of the most serious things on this earth. Is een van de meest serieuze dingen op aarde. You cannot be having only the ABC van het evangelie. Je kunt niet alleen het ABC van het evangelie hebben. Jezus houdt van u. Jesus loves you. Kom je ook naar de kerk? You want to come to church? Naar onze kleine preekie? To our short sermon? After that we are going to have chicken wings. En afloop krijgen we chicken wings. Mm-hmm. And we're going to have barbecue. Dan gaan we barbecue. Kom je naar de kerk? Are you coming to church? Kom je ook? We gaan lekker dansen. Are you coming? We're going to dance. We're going to run around in the building with the flags. We gaan door de kerk rennen met vlaggen. And we're going to feel the goosebumpies. Oh, dan krijg je kippenvel. When we come to church. Wanneer wij naar de kerk komen. Under the leadership of strong preaching. Onder leiders van met sterke prediking. Men and women who spend quality time with God. Mannen en vrouwen die tijd met God doorbrengen. And study the word day in and day out. En dag in dag uit het woord bestuderen. That man and that woman of God. Die man en vrouw van God. Their burden is the deliverance. Hun last is de bevrijding. The freedom. De vrijheid. Of the people's lives. Van de mensen. He has to be in verse 25. Hij moet zijn in vers 25. In meekness. Met zachtmoedigheid. Instructing who? Moet hij onderwijzen wie? Those that oppose themselves. En die zich verzetten of die dwars liggen. That's what people do. Want dat doen mensen namelijk. If you teach them the word and they don't do it, they're opposing themselves. Als je ze het woord onderwijst, maar ze doen dat niet, dan verzetten ze zich daartegen. They're opposing themselves. Ja, tegen zichzelf. They're hindering themselves. Ze hinderen zichzelf. They're gonna stay bound. Zij blijven gebonden. They're gonna stay children of the devil. Ze willen kinderen van de duivel blijven. They will stay as children of the devil. Dan blijven ze ook als kinderen. That's what I said. Als kinderen van de duivel. And that's what God's word says. Dat zegt Gods woord ook. If God peradventure will give them repentance. Misschien geeft God ineens bekering. Misschien. Maybe. That's quite serious. Dat is heel serieus. To the acknowledgement of the truth. Zodat ze tot erkenning van de waarheid komen. I don't know what Bible you have. Ik weet niet welke Bijbel je hebt. But this is King James. Dit is de. And this Bible says. In deze Bijbel staat. And that they may recover themselves. En zij die mogen ontwaken en kunnen ons, dat zij zelf zich losmaken uit de strik van de duivel. Let me read it completely. And that they may recover themselves. En dat zij zelf zich los kunnen maken. Can you imagine of kunnen this? Ontsnappen. Out of the snare of the devil. En dat zij zich kunnen bevrijden uit de strik van de duivel. Who are taken captive by him. Die, door wie ze gevangen waren. At his will. Om zijn wil te doen. Very serious. Heel serieus. They are doing the will of the devil. Ze doen de wil van de duivel. Because if they don't receive the word. Want als ze het woord niet aannemen. And do it. En dat doen. That the man of God gets from God. Die de man van God krijgt. And he's teaching it. En dat onderwijst hij. He's doing his best to be gentle. Hij doet zijn best om vriendelijk te zijn. And patient. En geduldig. But if you hear something today. Maar als je vandaag iets hoort. If you heard something in your life. Als je iets gehoord heeft wat in jouw leven van toepassing is. Don't oppose it. Dan moet je daar je. Don't oppose yourself. Dan moet je je daar niet tegen verzetten voor jezelf. Work on it. Ga ermee aan de slag. Act on the word of God. Doe iets met het woord van God. That you may have the ability. Ah, come on. Ja. To recover yourself. Want je hebt de bekwaamheid om jezelf los te maken. Deliver yourself. Jezelf te bevrijden. And don't expect me to counsel you and lay hands on you all the time. En niet verwacht dat ik de hele tijd je moet counselen en je de handen opleg. This is the message of today. Dit is de boodschap van vandaag. I better stop right here. Ik
Ga hier stoppen. Is it understandable? Is het te begrijpen? Lift your right hand and wave it at God. Zet je rechterhand maar op naar God.